dancing. Beste kijkers, van harte welkom bij de uitzending vanuit de Ego Arena voor de wedstrijd van Cambuur Volleygem tegen Lindemans Aas en Wurmen Volley. We stellen nu graag eerst voor aan de kapiteins en coaches van beide ploegen. Voor Lindemans Aas is de kapitein Simon van der Voorburg. Johan de Voorburg. Voor Cambuur Volleygem is de kapitein Tim de Gruyter. En de coach Jan van Huffel. Dan hebben we deze week ook een minder leuk nieuws. Het volleybal legende voor Gema's
Goedenavond, beste dames en heren, beste supporters. Welkom allemaal op deze zondagavond in de Edugo Arena voor de Challenge Playoffs met een heel belangrijke wedstrijd tussen Carrure Volley Gent en Lindemans Aalst. En naast mij zit Tom Rozen als sidekick. Welkom ook Tom. Wij gaan straks eens kijken wat de coaches allemaal te vertellen hebben voor deze wedstrijd. Donderdag hebben wij een dag recup genomen na de wedstrijd in Aalst. Vrijdag en gisteren voormiddag hebben wij op een normale manier kunnen trainen. Dus wij zijn voorbereid. We gaan ook rekening houden met het sterkst mogelijke Aalst vandaag. En we zien wel wat de wedstrijd zal brengen. Zijn er geblesseerden of andere afwezigen in uw team vandaag? Er zijn geen afwezigen. We zitten wel met een aantal, het is de derde wedstrijd op een week, met wat overbelastingsverschijnselen die we tijdens de wedstrijd wel in de gaten gaan moeten houden. Tot slot, de verwachtingen over deze wedstrijd zelf? Ik denk dat dat alle kanten uit kan. Het resultaat in Aalst geeft voor mij geen zekerheid over de wedstrijd vandaag. Johan de Vogel, de wedstrijd op Gent vandaag. Hoe is de voorbereiding verlopen op deze wedstrijd? Een beetje hectisch, omdat we toch met wat kwetsuren zaten. Dus ideaal was het niet, maar oké, we gaan het moeten doen hoe dat is. Heel wat kwetsuren in uw team vandaag. In hoeverre heeft dat een invloed op de wedstrijd vandaag? Ja, dat heeft sowieso een invloed. Hè. We spelen al met een aantal spelers die niet op hun normale positie spelen. Dus dat heeft zeker een invloed. Maar bon, dat neemt niet weg. Diegenen die op het veld staan, dat die er alles moeten aan doen om vandaag toch terug de overwinning in de brand te slepen. Ja, maar wat verwacht u van de wedstrijd zelf tegen dit Gent? Wat had u afgelopen speeldag van verloor? Well, het zal een moeilijke wedstrijd worden, hè. Zeker omdat het nu in Gent is. Ik denk wel dat we de woensdag kansen hadden. Maar dat we door onze hoge foutenlasten telkens laten terugkomen en dan konden zij overnemen. Dus ik denk dat de foutenlast absoluut naar beneden moet ten opzichte van de woensdag en dat er dan wel kansen gaan zich voordoen. Goed om, met die eerste reactie van de beide coaches ja, is het natuurlijk afvragen van met welke opstelling gaat Aalst hier op het veld kunnen komen. Want ze waren maar met 9 aan de play-offs gestart. Vorige week 7 spelers maar ter beschikking. Dat is ontzettend zwaar. En we vermoeden dat vandaag toch 1, misschien wel 2 spelers kunnen gerecupereerd worden. We zullen een beetje de opwarming van die geblesseerde spelers moeten afwachten aan de kant van Lindemans Aalst. Het zou de Pool Jacob Kiebrik zijn met een knieblessure. Maar ook Robbe van de Velde zal last hebben van de buikspieren. We gaan zien hoe voor hen de opwarming verloopt. En als zij in de basis zullen starten bij Aalst. Ja, we zien toch ook Seppe van Hoeiwegen die vorige wedstrijd tegen Gent als aanvaller zelfs ingezet werd. Als spelverdeler dan. Die zien we toch mee aan de spelverdeling staan vandaag. Dus we vermoeden dat Jacob Rebicki toch wel beschikbaar zal zijn voor deze wedstrijd. En dat scheelt hem. Ja, Johan de Vogel zal daar natuurlijk al enorm gelukkig mee zijn. Hij relativeert hier een beetje van de thuiswedstrijd. Maar als je met 3 middenspelers op het veld staat, 2 spelverdelers, 1 echte receptiehoek en 1 libero. Ja, dan is dat natuurlijk toch heel erg moeilijk om vooral receptioneel stand te houden. Ja, inderdaad. Maar langs de andere kant, we hebben ook met beide coaches gesproken deze week. Het is natuurlijk schuiven, het is aanpassen. De automatismen zijn er niet bij Aalst met die nieuwe opstellingen die hij moet uitproberen. Maar langs de andere kant is het een terechte opmerking van coach Jan van Uffel. Er staat nog heel wat kwaliteit aan de overkant met 3 middenblokkers. Je moet toch nog voorbij die dubbele meters geraken. Ja, absoluut. Dat is dan natuurlijk wel een wapen. Als je Wout Deer kan gebruiken, 3 posities vooraan als hoekblokker, dan kom je in situaties
waarbij Simon van der Voorde en Wout Digger samen staan. En dan is het voor Gent natuurlijk wel uitkijken om als zij aan blokkering zijn, om niet rechtstreeks naar het veld te slaan, maar die blokkering te gebruiken, de bal te recupereren en ergens anders eventueel de aanvalsactie op te bouwen. Daar zal Gent zich wel op voorzien hebben om dat daar op die moment rustig aan te doen. Goed, we gaan het allemaal moeten afwachten, beste luisteraars. Wat er allemaal hier gaat gebeuren straks met deze boeiende wedstrijd voor deze Challenge Playoffs. Het was uiteraard een mooie overwinning van Gent en zij moesten wel, maar vandaag is het ook moeten. Want als zij verliezen, ja, dan is die vijfde plaats die toch door beide teams wordt geambieerd, dan is het helemaal over. Ja, absoluut, Walter. Vandaag moet er gewonnen worden en dat geldt voor beide teams, zowel Carrure Gent als Linnemans Aalst. Om die vijfde plaats van Achel nog af te snoepen, moet Aalst hier met punten naar huis of moet Gent de punten thuis houden? Er zijn nog twee wedstrijden hierachter en dan denk ik vooral aan volgende zondag, dat ook weer een hele belangrijke gaat zijn met Aalst tegen Achel. Dat is de derde ploeg die er het meest voor in aanmerking komt voor die vijfde plaats en een Europees ticket. En dan op de laatste speeldag hebben we natuurlijk ook Achel tegen Gent. Maar nogmaals, zoals wij al gezegd hebben, alles hangt af van de uitslag van de clash van vandaag tussen deze twee Oost-Vlaamse ploegen die straks aan de wedstrijd gaan beginnen. Ze zijn bezig aan hun laatste deel van de warming-up met de jump services en de andere float services die worden ingeoefend. Zodoende dat het straks helemaal op punt staat als de scheidsrechters de wedstrijd op gang gaan fluiten. We hebben er juist voor de wedstrijd een indrukwekkende minuut stilte gezien voor de zo net overleden Gentse volleballegende, mag men geruststellen. Roger Maas is helaas op 77-jarige leeftijd gisteren overleden. En langs deze kant ook onze innige deelneming aan de familie en aan de mensen. En dat zijn er heel veel in Gent en omstreken die hem goed gekend hebben. Roger was een topvolleyballer zonder dat hij daar zijn beroep van kon maken. Maar hij heeft toch maar mooi de Olympische Spelen in Mexico 68. Stond hij mee aan het hoofd van dat team. En een legendarische spelverdeler die alles kon met de bal. Heb jij hem nog gekend? Ik heb hem nog zien spelen toen hij 40 jaar was en bij Maldegem zijn carrière beëindigde. Maar toen was ik nog een heel klein manneke, Walter. Ja. Mm-hmm. Maar mijn vader kent hem beter en ik heb altijd gehoord dat hij absoluut een topatleet was en een van de beste setters in Europa. Van zijn generatie. Oké. Ondertussen zijn hier de lichten gedoofd en gaat er natuurlijk ook weer een mooie intro komen om de teams erbij te halen. En we zien inderdaad in de beginopstelling dat Seppe van Hooijwegen de spelverdeler gaat worden. En Ribicki, vorige woensdag nog onbeschikbaar, die gaat op de aanvallerspositie staan samen met de Portugees Gomes. En Woudeer, zoals de vorige keer, terug de positie van hoofdaanvaller. Opposit, zoals wij dat zeggen. En dan de twee middenblokkers, Wildenburg en Simon van de Voorde. Toch weer al drie midblokkers waar de aanvallers van Aalst moeten tegen opboksen. Ja, Aalst zal hier vandaag blokkerend zeer sterk voor de dag komen. Het zijn niet alleen drie middenblokkers, maar Gomes is ook een speler die goed positie kiest om zijn blokkering te zetten. En Seppe van Hooijwegen is natuurlijk ook niet van de kleinste.
We zien ondertussen de spelers van Lindemans Aalst het veld betreden. En als laatste libero Tim Verstraten. En dan hebben we de opstelling van Carrier Volley Gent, de thuisploeg. En het is denk ik wel de gebruikelijke opstelling van de laatste weken met Tim de Gruyter aan de spelverdeler. In kruis met De Vries, de Nederlandse hoofdaanvaller. Gilles van der Kavei en Simon Plaski zijn de hoekaanvallers die ook voor de passing gaan instaan samen met libero Dufrey. En dan hebben we nog Chris Ogink en Lennart van Elzen, het jonge talent die in het midden zal staan voor deze belangrijke Oost-Vlaamse confrontatie hier in de mooie Edugo Arena. De scheidsrechters zijn ondertussen ook al voorgesteld en scheidsrechter nummer 1 is Tom Knaapkens. De tweede scheidsrechter Chris van der Linden. We hebben ook lijnrechters met Jan de Jong en Dieter Delvaal. En alles onder het toezichtoog van wedstrijdcommissaris Dirk Kokuit. En waarnemer voor de scheidsrechter, de alombekende Michel Mestach. Ondertussen zijn we klaar voor de eerste service. Het is de Gentse ploeg met Simon Plaski die aan de service mag beginnen. Alles wordt nog eens netjes nagekeken door iedereen. Ja, je voelt toch een beetje spanning, Tom. Je voelt toch dat het een hele belangrijke wedstrijd wordt. Iedereen staat er heel geconcentreerd, heel gefocust bij. Uiteraard, iedereen kent de inzet van deze wedstrijd en dat is volgend seizoen Europees spelen. Dus dat zorgt wel voor heel wat motivatie bij de spelers. Ja, als je de status bekijkt van Lindemans Aalst, dan is dat, ja, dat Europees ticket, dat hoort bij die ploeg. Jarenlang zitten zij al Europees te spelen. Zij wilden natuurlijk in die top 4 eindigen. Maar ze zijn op gelijke aantal punten geëindigd met Leuven. En die zijn natuurlijk ook met die vierde plaats gaan lopen. Net met het setgemiddelde. Ondertussen zijn we hier aan de wedstrijd bezig. En ja, een foutaanval hier van Gomez. Ja, geraakt hier niet voorbij het één blok van Jente de Vries, die wel mooi naar binnen kwam met zijn blokkering. Voelde dat Lennart van Elzen een andere optie had genomen. Chris Ogink aan de service voor Carrier Gent. En het is Aalst dat vlotjes op shoot door het midden snijdt met Simon van de Voorde. 1 tegen 1 hier in het midden. Nou, toch een beetje geassisteerd door Jente de Vries. Ja, Simon van der Voorde, een reddreggen die heel belangrijk is voor de ploeg uit Aalst. Dat hebben we de vorige wedstrijd ook gezien. En ja, dat wordt een belangrijk item om deze manier af te stoppen voor de Gentse ploeg. Ondertussen neemt de Vries naar de servicezone. Ja, Simon van der Voorde uiteraard een enorm ervaren middenspeler. Jaren voor de nationale ploeg gespeeld. In het buitenland. Gevolleybald van Italië tot in Iran. En heeft een enorme bagage aan ervaring. En op de belangrijke momenten is hij een blokkerend, een gevaarlijk wapen voor Lindemans Aalst. Kijk, hij gaat nu serveren. Kiest daarvoor Gilles van der Kavei uit. Die de bal niet helemaal perfect brengt. Setter de Gruyter kiest de lange bal naar Jente de Vries. En die scoort de bal, waardoor we naar een opening gaan met een 3-3 gelijke stand. Gilles van der Kavei aan service voor Carrier Gent.
Mooie stop van de Pool. En dan door Seppe van Hooijwegen heel hoog de bal toch in het midden aangespeeld. Mooie actie. Carrure die er toch voor kiest om de Pool in receptie even uit te testen. Van Hooijwegen met een stevige spinnersurf. Simon Plaski kreeg die niet onder controle. En Aalst gaat vlot door het midden met zijn aanvalsacties. Maar het is het verdedigende werk in het achterveld van Gent. Afgerond door Simon Plaski aan het net. Ja, het is duidelijk een opdracht van coach De Vogel om zoveel mogelijk door het midden te spelen. Waarschijnlijk heeft de eerste wedstrijd vorige keer toch voldoende informatie opgeleverd om dat voor zich te nemen. Ook die pipe aanval, alles vanuit het centrum dus. En dat is wel iets wat men op moet anticiperen bij de Gentse ploeg. Maar coach Jan van Nuffel zal dat straks ongetwijfeld wel doen tijdens een time-out. Jakub Ribicki aan service voor Lindemans Aalst, maar hij besluit redelijk ver out. Ja, die man die heeft donderdag pas het licht op groen gekregen om terug na zijn knieblessure om terug aan de slag te gaan. Natuurlijk zijn er toch de aantal dagen die hij zonder training heeft doorgebracht. En dat ook voor een profspeler die elke dag met dat volleybal bezig is, ja, dat merk je meteen. Ja, hij zal absoluut nog een beetje ritme missen. Maar op dit moment met de hoge blessure last bij Aalst is hij eigenlijk onmisbaar in dit team. Jules van der Cavaye met een goede stop. Tim de Gruyter versnelt achterom en Simon Plaski plaatst handig de bal naast de blokkering van Aalst. En zo gaan we door naar een 6-6 gelijke stand. Ja, het gaat heel vlotjes over en weer. Beide ploegen blijven in evenwicht. We zouden bijna durven zeggen, het is een beetje een uitkijken, het afstemmen van hoe zit het in elkaar en wat zijn de accenten bij de beide ploegen. Bij Gent heb ik de indruk dat het accent meer op de hoek ligt met nu weer Gilles van der Cavaye die een mooie aanval afwerkt. En bij Aalst is het toch wel duidelijk dat het middencompartiment meer opgezocht wordt. Ja, klopt Walter. Maar het is vooral de Pool die ervoor zorgt dat die eerste tempo's bij Lindemans de Aalst er kunnen komen. Want hij houdt helemaal stand in receptie. Hier een prachtig blok van Jente de Vries op de Portugese speler van Lindemans Aalst, José Gomes. Ja, dat is natuurlijk goed voor het vertrouwen dat je in het begin van de wedstrijd een aantal killblocks kunt zetten. Ondertussen heeft Gent een 2 punten voorsprong opgebouwd. Die strakke floatsurf die wordt goed verwerkt door Aalst en alweer door het midden, alweer Simon van de Voorde. Ja, en op een heel indrukwekkende manier, Walter, met enorm veel afstand van het net. Die bal hoog geraakt. Hij kan echt alle richtingen uit. En zeker in een 1 tegen 1 situatie. Zelfs nu in een 2 met een 2 blok draait hij nog vlotjes weg richting positie 1. Jules van der Cavaye die de keuze maakt om te assisteren, maar Simon niet te stoppen. Wout Deere met de spinner. Mooi gebracht. En de rally loopt voort na een goede defense van Aalst. Hier Jente de Vries via de netrand met een gelukje. Hobbelt de bal in het veld van Aalst, waar niemand eigenlijk een reactie in petto heeft. Ja, het ging heel snel achterover. Dat is ook iets wat meer en meer in het topvolleybal voorkomt. De snelheid naar de hoeken, naar de buitenkanten. En natuurlijk ook in combinatie met de eerste tempo aanvallen vanuit het midden. Ja.
De pipe-aanval bij Gent is dat heel duidelijk. Die wordt al maar sneller opgespeeld. En dat is natuurlijk een overaanbod van 4 aanvallers tegenover 3 blokkers, waar men telkens tegenover moet staan. Bal buiten geserveerd door de mannen van Aalst. We zijn eens benieuwd of men terug Simon van der Voorde gaat opzoeken met de spelverdeler nu vooraan. Hier gaan beide teams vol met die spunnerservice voor het punt, maar het is 2 keer niet gelukt. Simon van der Voorde nu met de floatservice. Een ingehouden balletje op het eerste tempo van Gent. Levert een overpaas op, maar die zijn ze direct weer kwijt. En Gilles van de Caveille gebruikt de handen van Seppe van Hooijwegen om dit punt eenvoudig te scoren. Korte tactische service van Simon van der Voorde op Lennart van Elsen, die een klein beetje verrast was dat die bal recht op hem afkwam. Maar het is natuurlijk ook een punt om die jonge man af te stoppen vanuit het midden. Want aanvallend is hij behoorlijk sterk. Heeft een zeer goede hoogte. En ja, hij moet dat natuurlijk voluit uitspelen met de aanvallen vanuit het centrum van het veld. Ondertussen 11-11. Seppe van Hooijwegen met de spinnersurf. Eindigt ook redelijk ver achter de achterlijn. Ja, toch een aantal keer is dat nu dat men zoveel risico in die service wil zetten en daardoor af en toe eens in de fout gaat. Of is het gewoon misschien toch dat ritme dat een beetje ontbreekt. Want het gaat niet alleen om met 9 spelers aan de slag te gaan, maar ook in de wedstrijden, maar ook met 9 spelers te trainen, dan zijn die teamtrainingen, die 6-6 situaties dat men toch af en toe moet inoefenen, die zijn dan uiteraard, komen dan minder aan het bod. Maar weer een heel goede middenaanval hier met Wiltenburg. Voor het eerst zien we eigenlijk Wout Deren een bal krijgen. Hij gebruikt daar meteen de handen van de blokkering om die bal blok buiten te duwen. Hij is daar heel handig in en kan op deze manier eenvoudig het punt naar Aalst halen. Tim de Gruyter speelt nu ook eerste tempo vanuit een niet zo makkelijke positie van op de 3-meterlijn. Maar de blokkering kan de bal onvoldoende remmen en het punt gaat naar Gent. Tim zelf aan de service bij een 13-13 gelijke stand. Ja, dat is ook weer iets dat meer en meer zijn ingang krijgt in het moderne volleybal. We hebben het er juist over de tempos die altijd maar hoger komen liggen in het herenvolleybal. Maar ook de steek, de shootbal die vanuit zelfs 3-4 meter naar het net wordt gedaan om die middenaanval toch aan te spelen. Dat is ook een nieuwe ontwikkeling dat meer en meer gebruikt wordt in het volleybal. Ondertussen alweer Wouderen met een hele mooie aanval diagonaal deze keer. Juist heel verstandig blok buiten. Een jonge man, jong talent, ook mee bij de groep van de Red Regens die deze zomer alweer aan de slag gaan. En vanuit zijn opleiding heeft Wouderen ook op verschillende posities gespeeld in de topvolleybalschool in Vilvoorde, ook op de opposite positie. Maar in principe is hij een middenaanvaller. 15-14, voorsprong voor Karuur Gent. Gent blijft Jacob bestoken van op de servicelijn, maar die houdt nog altijd stand. En Seppe van Hooijwegen in een zetel bij Aalst. Ze heeft al heel veel eerste tempo gebruikt. En is daar nu heel goed aan het omschakelen om zij ook de hoekspelers 1-1 uit te spelen. Die is aan een knappe set bezig. Jules van de Caveille altijd
intelligent in alle spelonderdelen en hier nu ook in aanval. Toch even de elleboog meenemen van de hoekblokker en het punt naar Carrure brengen. Ja, heel goed in die balhandeling. Heel handig met de bal, zoals wij dat zeggen. Gilles van de Caveille. Terwijl wij alweer Simon van Voorde vanuit het midden zien uithalen. We hebben het eens even opgezocht. Man heeft al in Siena gespeeld, Italië. Cherchezin in Polen, in Teheran ook geweest, Trentino. Dus zoals je er juist zei, Tom, een hele grote internationale bagage van deze grote midblokkeerder bij Lindemanshaast. Ook een prachtige aanvalsactie in vertraagde beelden van Lennart van Elzen, die mooi opent naar zijn spelverdeler en de bal toch ook heel hoog raakt. Een knal van Jente de Vries aan de service, maar mooi gestopt. Nu gaan we de rally. Terug mooi verdedigd, dit keer van Gomez, maar de bal raakt het dak van de Edegoe Arena. En zo komt Gent op voorsprong 18-16. En dan duikt coach Jo van de Vogel onmiddellijk in een time-out om zijn volgende aanvalsacties voor te bereiden. Dat is tot hiertoe al een boeiend duel, vind ik. Beide ploegen zitten elkaar af te tasten, zoals je zegt. Heel veel kijken wat de blokkering doet aan de overkant. Jan van Uffel is ongetwijfeld aan het verwittigen voor die eerste tempo aanvallen, maar natuurlijk niet te veel commit gaan, niet mee, niet te veel. Want dan zit men met een 1 tegen 1 situatie aan de buitenkant. Dat hebben we ook een paar keer gezien. Dat Seppen van Hooijwegen dat heel intelligent uitspeelde. Maar ondertussen toch een voorsprong, 18-16 voor Carrure Gent. Ja, goede time-out van Johan de Vogel om de service van Jente de Vries toch even te breken. Simon van de Voorde is nu in het achterveld. Hij gaat serveren. Daar liggen misschien mogelijkheden voor Carrure. Goede stop van Bert Dufresne. En een prachtig uitgespeelde pipe-aanval. Lennart van Elzen trekt de middenblokkering naar zich toe. En Tim speelt die pipe helemaal vrij. En we hebben het al over die snelheid gehad. Dat was echt een hele snelle pipe-aanval. En dat is mooi om te zien. Dit is minder mooi. En Gilles van de Caveille, op wie zijn service dan toch heel sterk wordt gerekend. Omdat hij een fantastische opslag in zijn schouder heeft. Maar hij slaat hier de bal Pardoes in het net. Daardoor 19-18. Een kans voor Aalst om dichterbij te komen. Mooie stop, Dufresne. Lennart van Elzen krijgt die bal voorbij de blokkering van Aalst. Maar die wordt verdedigd. En in een reflex komt er een aanval en die eindigt in het hoekje bij Gent. Waardoor we op 19-19 zijn aangekomen. En nu is het de coach van de thuisploeg, Carrure Gent, Jan van Uffel, die even een spelonderbreking vraagt. Ja, eerste scheidsrechter Tom Knapkes moest toch even te raden gaan bij zijn lijnrechter om te zien of die bal wel binnen of buiten was. Het ging heel snel. Het was denk ik toch wel net in het hoekje. Maar ondertussen, ja, het gaat al maar over en weer. En de beide ploegen zijn elkaar duidelijk waard. Absoluut. Aalst zeer indrukwekkend vanuit het midden, maar Gent die op de hoeken ook heel intelligent de punten weet te scoren. Ja, het zal er toch op aankomen voor de thuisploeg om de receptielijn van Aalst toch iets meer te ontregelen. Ze doen dat die eerste tempo aanvallen niet zo veelvuldig meer kunnen uitgespeeld worden. Hier ook een... Ja, een mooie oplossing hoor van Simon Plaski alweer. Hoog met die arm gestrekt over de blokkering heen. En mooi die powertip in het midden. Waar dan Libero Verstraeten de nodige moeilijkheden mee heeft.
Ondertussen een wissel met Lennart van Elzen die aan de service er even uitgaat. Tiemen Okket is een man die vorige week ook heel goed een heel mooie invalbeurt deed met een aantal zeer goede gerichte services. En daardoor ook de ploeg van Gent dichterbij bracht tijdens die eerste wedstrijd tussen deze twee Oost-Vlaamse ploegen. Ook een wissel bij Lindemans Aalst. Het is Robbe van de ja. Velde die aan service komt in plaats van de Pool Jacob. Ja, Jacob Ribicki er juist toch al een paar keer gefaald aan de servicelijn. En Robbe van de Velde ook gekend om zijn hele goede service. Ik hoop dat zijn buikspieren het goed volhouden. Want met een surf heb je dan ook die spieren nodig. Overname Bert Dufresne in de rally. Kiest voor Gent de Vries. Maar het is de Nederlander Twan Wiltenburg die de killblok zet op de Nederlandse opposit van Karuur Gent. Ja, deze bal overname, dan is het inderdaad een tragere bal en dan heeft de blokkering veel meer tijd om zich te organiseren. Perfecte handenplaatsing trouwens van het Alsterse blok. Dat was ook in de vorige wedstrijd al duidelijk dat er heel veel gewerkt is aan de blokkering bij de ploeg van Lindemans. En ondertussen heeft Jan van Uffel zijn instructies gegeven, ook Johan de Vogel, en hij moedigt nog eens extra zijn jongens aan om toch deze belangrijke eerste set binnen te pakken, want op mentaal vlak zal die eerste setwinst wel misschien beslissend zijn voor het vervolg van de wedstrijd. Robbe van de Velde terug aan service, perfecte stop, Giel van de Kaveijen. En een hoog tempo gespeeld op positie 4. Wout Deger zelfs verrast als blokker. Kon daar toch niet echt het juiste tempo vinden. Wou eigenlijk mee aansluiten op die shoot, maar de bal ging erover naar positie 4. Tim de Gruyter aan de service. En hier scoort Wout Deger alweer met een flinke polsbeweging een blok-out. Kapt die bal de lijn in en neemt daar de elleboog van Simon Plaski mee. Ja, heel mooi weggeslagen van de schouder. Goede aanvalsactie van Wout Deger. Zoals gezegd een groot talent in het volleybal, in het Belgisch volleybal. Goed verdedigend werk in deze rally. Niemand die grote risico's neemt tegen een hoog blok. En het is Simon Plaski die met een soort power tipje het punt binnenhaalt. Van de Voorde kiest de verkeerde kant in blokkering. Ja, maar hier reageert hij absoluut te laat. Simon van de Voorde die kon, oké, dat je eens een andere keuze maakt, daar kunnen we mee leven. Maar dan ben je bereid om die volgende actie te zetten. En daar was hij precies toch niet klaar voor. Hij maakt dat goed uiteraard met alweer een middenaanval, eventjes een beetje, ja, toch wel. Ja, Robbe van de Velde is blijven staan in het achterveld. We vermoeden dat er toch voor de Pool enkele problemen zijn. Want hij was receptioneel toch outstanding in deze eerste set. Service Wadeer een beetje ingehouden. Gilles van de Kaveijen brengt die perfect. En Jente de Vries, de hoofdaanvaller bij Karuur Gent. Lost simpel op, ook weer via de blokkering. Laat zich niet verleiden om diagonaal gekild te worden, maar neemt de buitenste hand mee van Gomez. Ja, Gomez krabt zich in de haren, want hij zei, daar had ik meer mee kunnen doen met die blokkering. Ondertussen, het gebeurt volgens mij toch net iets te veel hoor, die oud service. We begrijpen het, want
als een passing perfect bij de spelverdeler komt, ja, dan zie je de beide teams kunnen perfect hun side-out spelen. Perfect de keuzes maken door de beide spelverdelers, die heel goed weten wat ze moeten doen. Een tipbal opgepikt in het achterveld. Daar bestaat wel een beetje discussie over op dit moment. Ja. En dit was inderdaad een setup die niet heel zuiver gespeeld werd. De bal draaide door de vingers van de spelverdeler van Aalst en daardoor afgeblazen door de scheidsrechter. In de herhaling zagen we toch, Walter, dat Wadeer die bal toch van de grond weet te halen met een schuifduik. Dus het was eigenlijk correct verdedigd. En Jente de Vries kan hier Carrure op weg zetten naar setwinst. Maar hij strandt op de netband met zijn service. Dit is een hele dure. En ondertussen komt Aalst op setbal. 24-24 was de stand. Dan denk je, oké, dan doe je er iets mee met die service. Dat gebeurde dus niet. En ik denk niet dat Simon van der Voorde hetzelfde gaat doen. Kijk eens, hij zoekt meteen de strakke service op. Gelukkig kan Jente de Vries dat goed maken. De hoofdaanvaller toch altijd belangrijk in de beslissende fase van een set. De money time, zoals wij dat zeggen. Nu gaan we kijken. Ben benieuwd. Gilles van de Caveille, vorige keer zijn service absoluut gemist. Wij hopen echt dat het nu niet gebeurt, want dit is alweer een belangrijk moment. Goeie stop van Gomez in het achterveld en Seppe van Hooijwegen versneld naar Jacob, die ziet dat de blokkering te laat komt en dan maar hard knalt op hoogte op de handen van Tim de Gruyter. Seppe van Hooijwegen aan service voor een setbal. Ja, heel opvallend dat nu zowel Gilles van de Caveille als nu Seppe van Hooijwegen voor de tactische serve meer kiest. Een beetje een combinatie van opgooien zoals een spin serve, maar dan overgaan naar de float. Terwijl Gilles van de Caveille net voor de korte tactische service koos. En we gaan nu kijken wat er gebeurt met de service van Lennart van Elzen. En dit is een oud bal. Het wordt natuurlijk geclaimd door Aalst dat er toch een vingertje aan was, maar dat is helemaal niet het geval. En Lennart van Elzen, de jonge talentvolle middenblokker, mag terug opnieuw gaan serveren. En nu is het de eerste setbal voor de Gentse thuisploeg. En natuurlijk vraagt coach Johan de Vogel een tweede time-out aan voor zijn team van Aalst. Het is natuurlijk jammer dat we niet kunnen meeluisteren met de coaches welke opties zij zullen nemen in de finish van deze eerste set. Het is natuurlijk zo, het team dat voorstaat zal natuurlijk altijd veel hogere service risico's gaan nemen om die set binnen te halen. Je moet eigenlijk, als je drie services mist, moet je eigenlijk er eentje kunnen scoren om daar rendement uit te halen. Maar daar geraken beide teams niet aan, denk ik, Walter. Nee, ik denk het ook niet. Ik ben eens benieuwd. Lennart van Elzen, coole kerel in alle omstandigheden. Gaat hij cool blijven bij deze service hier op het einde van deze eerste set? Jawel. Hij doet het niet met te veel risico en die bal out geslagen. Eerste setwinst 28-26 maar liefst in die openingsset. We zijn benieuwd. Dit belooft heel veel voor de volgende sets die er nog aankomen.
Oké, we zien de spelers, de wisselspelers zien we terug bezig aan de warming-up voor de tweede set. Spannende eerste set achter de rug, 28-26 maar liefst. En dan zie je aan de overkant, het is eigenlijk bijna pijnlijk om te zien, slechts twee spelers bij Aalst die nog beschikbaar zijn om nog een beetje mee te doen aan deze wedstrijd. Het is nu zo, het is... Het heeft helemaal niks met het virus te maken deze keer, want de teams hier in de EuroMillions League zijn ontzettend voorzichtig met al die zaken. En volgen een heel streng protocol, volgen zij alle regels heel stiptop. Maar dit heeft duidelijk te maken gewoon met kwetsuren. En het, daarmee is het nog maar eens duidelijk dat het een heel zwaar seizoen is. Ook voor topsporters die dan toch met krachttraining alles proberen op te lossen. En steviger maken al die spieren en al die ligamenten rond al die gewrichten. En dat dan toch de nodige overbelastingsverschijnselen erbij komen voor deze volleyballers. Maar ze staan ondertussen klaar voor de tweede set. En nog een handshaker bij Carrure Gent. Want zij willen uiteraard op dit ritme voortgaan. En net zoals in de eerste wedstrijd Carrure Gent toch verslaan. Wat zeg ik? Lindemans Aalst verslaan. Ik zei bijna Carrure Gent, maar het is Lindemans Aalst dat aan de service mag beginnen. Mooie stop van Bert Dufresne maakt een mooie eerste tempo aanval van Chris Ohink mogelijk. Goed aangespeeld door Tim de Gruyter. Simon van der Voorde aarzelde een beetje, maar was daardoor te laat om zijn blokkering te plaatsen. Nochtans, het is een veel terugkerend fenomeen. De spelverdelers die kiezen bij de eerste balwisseling snel voor dat eerste tempo. Om zeker die middenblokkers de aandacht naar het midden te trekken. Dat ze er altijd mee moeten rekening houden. Dat blijft dan een klein beetje in het achterhoofd van die midblokker hangen. En daardoor komen ze misschien de volgende keer iets later aan de buitenkanten. Mooie service hier van Aalst en... Knappe pipe-aanval gespeeld door Gent, maar al even knap verdedigd door libero Tim Verstraeten. Jules van de Caveille wou het dan nog met een tipbal proberen, maar onderschatten een beetje de rijkwijde van Seppe van Hooijwegen. Die er door zijn arm en zijn schouder naar voren te duwen nog net bij kon om die bal te blokkeren. Je ziet toch dat Seppe al op zeer jonge leeftijd, ik geloof dat hij nog maar 20 jaar is, dat hij toch al een heel belangrijke speler voor de Aalsterse ploeg is geworden. En daarom heeft ook Johan de Vogel onmiddellijk gekozen om hem terug als setter hier aan de start te laten verschijnen. Terwijl wij het andere talent daar aan de overkant, Lennart van Elzen, een mooie middenaanval zien doen. Ja, Seppe van Hooijwegen gaat die bal heel ver in het veld ophalen. En speelt hij dan wel heel mooi naar positie 4. Heeft toch in de loop van de jaren veel aan zuiverheid gewonnen. Speelt al een jaar of drie voor Aalst. In het begin was dat toch een beetje problematisch. Maar Johan van de Vogel bleef toch voor hem kiezen. En nu is die precisie toch veel groter. Heeft alles in huis om een topper te worden. Heeft die lengte. Weet ook precies waar de bal komt. Kan die balbaan perfect inschatten. Heeft een grote verplaatsingssnelheid. Heeft aan precisie gewonnen. Ja, maar dit is wel een heel belangrijk iets dat we hier nu zien. We hebben er juist even gezien dat van op 4 meter de setup naar de buitenkanten ging. En daar werd bij Aalst op gescoord. En als de bal niet ideaal bij de spelverdeler komt bij Gent, dan hebben zij toch wel meer moeilijkheden om te scoren. En daar zitten natuurlijk de verschillen in tussen de teams die regelmatig... aan de top zitten en de teams die er aan zitten te komen om naar de top te gaan.
Het is toch een werkpuntje voor de Gentse ploeg, maar ik weet van coach Jan van Uffel dat men daar hard aan het werken is. Goed hoor, alweer van Jente de Vries die dan mooi via de handen weer scoort. Hij had tijd om even te kijken en dan bovenop die vingers te mikken. En dat is toch wel een belangrijk iets. Aalst stond ertussen toch wel op voorsprong 3-5 in deze tweede set. Terwijl ze Jim van der Kavei met zijn spinner uithalen tussen Jacob en de libero in. En Jacob kan die bal niet controleren en ketst af. Ja, toch wel, we hebben het er juist al vernoemd. Jules van der Kavei, een heel belangrijke speler voor Gent. Voor die, maar toch wel hele goede service. Weer mooi opgelost. En dat brengt de stand terug gelijk. Het is zo'n speler die u als team ook een beetje ademruimte geeft. Een beetje zuurstof met een goede, aantal goede services. En dat moet dan maar opgelost worden door de ploeg van Aalst. Ja, ik weet uiteraard ook vanuit het beachvolleybal dat Gilles van der Kavei alle hoeken van het veld kan bereiken met die spinner. En daar geeft hij nu net een demonstratie van. Hij kan zowel langs de lijn tussen twee spelers op een shot plaatsen. En hij kan ook nog een hybride service daartussen zetten. Dus, en je kan het ook moeilijk zien wat hij gaat doen als receptiespeler. En hij brengt er toch wel heel wat averij aan in de receptie bij Linnemans Aalst, waar het Gentse blok Walter handig gebruik van maakt. Absoluut. En het belangrijke is dat de variatie in de surf van Gilles van der Kavei er juist voluit voor dat punt, zelfs op de libero. En dan daartussenin die korte tactische diagonale surf naar de positie 2. Hier weer strak ver. Waar Aalst toch echt heel wat moeilijkheden mee heeft. En dat is wel een goede zaak. Kijk. En dan krijgt Aalst die zuurstof, zoals ik er juist gezegd heb. En zij kunnen alle mogelijkheden uitspelen met vanuit een 3-5 achterstand direct naar een 8-5 voorsprong. Dit is wel een heel belangrijke fase. En dat heeft coach Johan de Vogel ook begrepen. En daar heeft hij direct een time-out voor over. We kunnen niet mee in de keuken van Johan de Vogel welk recept hij in de receptie zal voorschrijven aan zijn spelers. We gaan het dadelijk zien. Misschien komt er een vierde speler eventueel mee aansluiten op de spinners. Ja, maar we zagen toch aan zijn brede handgebaren van coach De Vogel dat hij dus daar echt iets een andere reactie wil zien van zijn spelers. Zomaar eventjes een vijftal punten zelfs. Ja, dat is een enorme reeks op krijgen. Dit niveau. De Gilles doet er rustig nog eentje bij. Ja, dit is wel fantastisch hetgeen wat de Gilles van de Kavei hier doet. Er volgt natuurlijk een wissel. Gomez in de allereerste wedstrijd, maar dat was ook voor Gomez de eerste wedstrijd dat hij in België speelde. Dan had Gent ook deze speler eruit gezocht om als zwakste schakel in de receptielijn van Aalst te vinden. Nu vandaag doen ze dat weer. En uiteraard moet coach De Vogel reageren. Dit was even een onzuivere setup van Goeiewegen. Die man die wordt toch wel duidelijk onder druk gezet. Zijn netfoutje erbovenop van Aalst. En Gent raast maar door met Gilles van der Kavei aan de surf. Wat toch wel een belangrijk kantelpunt is in deze wedstrijd. Er juist heel de tijd zij aan zij. En met een 28-26, maar nu toch wel een groot verschil.
Ja, coach Johan de Vogel haalt al zijn beschikbare spelers van de bank om de service van Gent te proberen breken. En dat is na twee wissels uiteindelijk geslaagd. Goed, ondertussen 10-6. Het was heel lang geleden dat we nog eens een eerste tempo aanval zagen van Aalst. Terwijl dat in set nummer 1 heel veelvuldig voorkwam. En ja, Simon van der Voorde eindelijk teruggevonden. Hij mag ook gaan serveren. Terug opnieuw met die korte tactische bal. Ah, dat moeten we ook, daar moeten ze beter op anticiperen bij Gent, denk ik dan. Omdat het niet de eerste keer is dat hij dat doet, maar toch al een paar keer. Jan van Nuffel maakt het meteen zijn spelers duidelijk. Ja, ook al omdat de snelheid waarmee die bal eraan komt niet zo bijzonder hoog was. Er zat nog een curve in. Deze is bijvoorbeeld strakker gespeeld. Maar het dwingt Gent toch een opposite te zoeken. En Tim de Gruyter laat hier even zien dat hij ook een balletje kan aanvallen. Als beachvolleyballer heeft hij natuurlijk alle kwaliteiten in huis. Kijk, hij slaat die bal in de meter. Oei, en dit is wel iets wat er eigenlijk een beetje niet voorzien is. Ik dacht een kwetsuur van Jente de Vries. Zijn pink staat wel helemaal in de verkeerde richting, denk ik. Die moet helemaal terug hersteld worden. Dus dit is wel een belangrijk moment. De hoofdaanvaller van Gent moet het terrein met een kwetsuur verlaten. Misschien kan het hersteld worden door Toon van Avermaat, de kinesist en de man die voor heel veel verantwoordelijk is. Bert Dufresne komt ook nog even assisteren. Jente de Vries wordt hier ingetaped. Ja, die vingers worden als ondersteuning bij elkaar gespalkt. En kijk eens, hij mag en hij kan terug het veld op. Een hele opluchting. Bij Aalst weten ze genoeg wat het is om zonder hoofdaanvaller, zonder oppositie te moeten spelen. Ze hebben er ondertussen al twee kwijt. Met Jeroen Opprins ook, die hier in de zaal aanwezig is. Maar ja, Jente de Vries voor Gent natuurlijk ongelooflijk belangrijk om mindere recepties en vooral die hoge bal te verwerken voor het team. En hij staat ook op nummer 1 als best scorende aanvaller in deze competitie. Dus hij ziet er een beetje bleek uit, maar hij gaat gewoon verder doen. Ja, volleyballers die kunnen tegen een pijntje. Dat is helemaal anders dan voetballers als wij ze over het gras zien rollen. En, maar volleyballers die kunnen tegen een stootje. Ondertussen zien we de nieuw op het veld gekomen Italiaanse setter van Aalst aan service. Komt een rally, driemansblok van Aalst, wordt gerecupereerd door Gent. Plaski neemt geen risico's, zoekt de rally. En het is Wiltenburg die met een tip in de bal op een kort achter weet te scoren vanuit stilstand bijna. Ja, maar heel mooi opgelost door de Italiaanse spelverdeler Zappellari. Moest de bal heel hoog boven de netrand gaan halen en deed dat heel goed. En uiteraard ook verstandig opgelost door de Nederlandse midblokker Wiltenburg. Strakke serve erbovenop, dat toch wel de receptielijn van Gent een beetje in problemen brengt. Maar dit is goed, hetgeen wat er hier gebeurt. Er juist hadden we het over die fase dat er vanop 3-4 meter toch nog een setup moet gegeven worden. En waar Gent het vroeger moeilijker mee had om die fase op te lossen. Maar dit deed Simon Plaski heel goed bovenop die handen tegenover toch wel een stevig blok van Aalst. En dat is wel een goede zaak. Aalst gaat even discussiëren met de scheidsrechter, maar die is heel resoluut in zijn beslissing. Heel vastberaden geeft hij de bal
buiten Tom Knaapkes. En daardoor opnieuw een time-out op deze 14-9 tussenstand. We zien bij Aalst ook dat Wouter het aan het net aanvallend wel heel goed doet. Strekt daar goed zijn plan. Niet zo evident om als middenspeler die positie over te nemen. Maar als opposit moet de bal toch iets te hoog naar hem toe. Waardoor hij toch problemen heeft om het blok te passeren. Ja, we zagen duidelijk een ontstemde coach Johan de Vogel die het duidelijk maakte dat hij helemaal niet tevreden was met de reactie van zijn team, met de gang van zaken. En we begrijpen hem ook, een 14-9 tussenstand is toch wel een behoorlijk grote kloof. En het zal moeilijk zijn om dat nog dicht te halen tegenover het Gentse team dat nu toch wel vrijuit aan het volleyballen is en minder complexen heeft om die zaak op te lossen. Ja, die 5 punten voorsprong heeft Gent natuurlijk wel wat ruimte om te blijven pushen met die service en veel risico te leggen. En ervoor te zorgen dat Aalst niet echt aan volleyballen toekomt. Ribicky er juist met een mooi puntje en nu met een goede serve. Eenhandig moest dat opgelost worden door spelverdeler Tim de Gruyter. En dat lukte net niet en daarom... een punt naar Lindemans Aalst. 14-11. Gaan ze dichterbij kunnen kruipen? We zien het straks wel. Jacob gaat iets ingehoudener deze keer. En verrast met een shot halfweg het veld. Jules van de Carveijen. Die niet goed genoeg naar voren gestapt was. En Twan Wittenburg neemt de penalty in één tijd teruggeslagen. Ja, het is de service die het allemaal bepaalt. Of er snelheid in het spel kan komen. Of er ruim naar de hoeken moet gespeeld worden. En dit is nu weer een voorbeeld ervan. De snelheid kon Tim de Gruyter in het spel halen. En daardoor opnieuw een punt voor Gent met 15-12. Knappe blok van de ene Nederlander op de andere Nederlander. Chris Ooging voor Carrure Gent. Met een killblok op de shoot van Twan Wintelenburg. En Tim Verstraeten, de libero van Aalst, kon die net niet recupereren. Ja, Tim Ooging bewijst nog maar eens met een hele goede handenplaatsing dat hij een van de betere blokkeerders is. Zowel in de Nederlandse competitie waar hij vandaan komt. Een aantal jaar terug was hij verkozen tot beste blokker van de Nederlandse competitie. Ook in België staat hij nu toch al een paar jaar zijn mannetje. En ja, het is een onopvallende speler, maar echt belangrijk voor de Gentse ploeg. Van Wiltenburg via de netrand ingeserveerd. Goede reflex van Bert Dufrain in de verdediging voor Carrure Gent, maar kan daar geen vervolg aan gegeven worden. Ja, Bert Dufrain, waarvan deze week bekend werd dat hij volgend jaar bij Haasrode Leuven gaat spelen. Ondertussen komt er ook een switch van Haasrode Leuven naar Aalst toe met Seppe Batens. Dat zijn de twee eerste transfers die nu al bekend zijn, vrij vroeg, verrassend vroeg voor het herenvolleybal. Bij de vrouwen gaat het allemaal veel sneller. Daar is alles al bekend, daar zijn alle plaatsjes blijkbaar al ingevuld en de nieuwe teams voor volgend jaar al gevormd. En dat is ja, ontzettend vroeg. Een goede stop bij Aalst en nog eens via Van de Voorde gespeeld. Maar de bal in defense gerecupereerd door Gent. En het is de combinatie de Gruyter van de Carveijen. En Gilles die er toch heel erg handig Simon van de Voorde weet te passeren. Want ze stonden er echt wel op te wachten.
En we krijgen opnieuw Seppe van Hooijwegen in de ploeg van Aalst. Moeizame stop, ingespeeld door Lennart van Elzen. En plots uit het niets komt Gomez daar een inblok zetten op Jente de Vries. Die diagonaal hard in het veld wou scoren. Maar de plaatsing van Gomez en de timing was perfect om die bal te killen. Ja, Tim de Gruyter komt eventjes zeggen aan Lennart van Elzen, misschien had ik jou beter moeten aanspelen in het midden, want het was een perfecte freeball. En dan zien we hoe hij met die oplossingen verder doorgaat in de volgende fases. Maar ik denk inderdaad ook dat het eerste tempo opnieuw bij de Gentse ploeg moet ingeschakeld worden om toch meer die variatie te brengen in de oplossingen. Zodoende dat de blokkering bij Aalst het moeilijk blijft hebben om die zaken op te lossen. Ondertussen heeft Gent een 4 punten voorsprong en Jente de Vries zal waarschijnlijk van de gelegenheid gebruik maken om veel risico aan zijn service te leggen. Doet dat ook, maar mist. En op dit moment niet echt een probleem. Gent heeft een 3 punten voorsprong. En aan de andere kant zal Gomez ook veel risico moeten nemen om die kloof te dichten. Mooie stop van Simon Plaski, die meteen terug wordt aangespeeld vanuit de pipe. En die lag behoorlijk vrij. Even kijken wat Simon van der Voorde doet. Ja, ging richting Gilles van de Kavij, keerde dan een beetje terug. Maar hij kon onvoldoende positie 5 afschermen. Ja, het gaat zo snel dat er keuzes moeten gemaakt worden. En dan is het heel goed dat Tim de Gruyter dat op deze manier oplost. Het is natuurlijk de bedoeling om Simon Plaski ook in de passing aan het werk te zetten. Om net die pipeaanval eruit te krijgen. Maar heel slim dat Tim de Gruyter dat aandurft. En die... En nu weer die spreiding naar de buitenkant. Hij voelt ook aan wie er goed in de wedstrijd zit. En dat is Simon Plaski, ongetwijfeld. Van de Kavij die de opbouw voor Aalst weer heel erg moeilijk maakt. Maar het is toch een keertje Wouter die deze hoge bal kan verwerken tot een punt. Had hier misschien een drieblok kunnen van Gent. Ja, Wout eerder juist eventjes in de fout gegaan, maar toch wel een verstandige speler hoor. Hij zoekt onmiddellijk de nieuwe oplossing. Dit is dan weer net iets te wild geslagen, dachten we, vanuit het midden. Kijken als er een speler is in het achterveld die de bal raakt. Van Aalst. Ja, Lennart van Elzen kreeg de bal net iets te veel boven zijn hoofd in plaats van een beetje voor hem. Zodoende dat die bal, dat hij bijna onder de bal zat en daardoor die bal helemaal buiten slaat. 2018, het is toch wel belangrijk dat Gentse ploeg Aalst niet echt dichterbij laat komen. Want dan krijgen we alweer... misschien toch de druk die bij Gent eraan komt om toch... in money time die kloof te behouden. Ja, bij Carrière is er geen enkele reden om te gaan twijfelen. Ze hebben een goede dynamiek, zitten volledig in de flow. Hebben eigenlijk wel controle. Goed, en we zien Simon Plaski al een beetje opschuiven. Hij is zich van die korte service bewust. En daardoor Simon van der Voorde kiest dan voor... die strakke service en het was duidelijk via de handen, zegt ook coach Jan van Uffel. We gaan kijken, Walter. Het is altijd moeilijk natuurlijk als je samen in duel gaat, claimt iedereen het punt. De scheidsnam zijn tijd om even na te denken, maar moet dan toch tot een beslissing komen en ik denk dat... hij gelijk heeft dat het punt in de herhaling te zien toch wel voor Carrière is.
Ja, ik denk niet dat het ging om zozeer om de aanraking, maar wie raakte de eerste bal aan? Was het de spelverdeler die de eerste bal raakte, dan de aanvaller? Of was het de eerste aanvaller die dan via de handen van de spelverdeler de bal toch nog via de vingertoppen kon scoren? En volgens de eerste scheidsrechter was dat laatste het geval. Daarom nieuwe service voor Gent. Wout Deer hier voor een 1-blok geplaatst, maar Simon Plaski laat zijn oude vriend van op de volleybalschool niet passeren. Dat is nu toch al een paar keer dat Wout Deer toch met een lijnaanval afgeblokt wordt. Dan juist koos hij voor diagonaal, dan zou ik zeggen doe dat opnieuw. Maar dan staat natuurlijk de verdediging van Gent paraat en dat is wel een belangrijk iets. Ja, het is natuurlijk voor Wout ook niet evident om vanuit die middenpositie, waar het toch specifiek aangelopen wordt, op de spelverdeler met een verticale sprong omhoog, om nu die opposite positie te bekleden. Dat is toch een compleet andere timing. Je moet meer vooruit springen naar de bal toe. En hij wordt hier op dit moment toch heel erg overbelast met die taken op positie 1. Hij krijgt daar heel veel ballen, maar... ik weet niet als je dat van hem kunt verwachten. Ja, maar toch, dit was een hele mooie en belangrijke fase ook voor Aalst. Vanuit een bijna onmogelijke positie toch nog die bal verdedigd puur op inzet en puur op karakter. En dat kunnen afwerken met een mooi killblok. Dat zal het team van coach De Vogel deugd doen. Ook die pijpaanval wordt nu afgestopt vanuit de verdediging. Maar dan alweer dat eerste tempo eindelijk er terug bij Gent. We hadden het er een beetje om gevraagd en we krijgen het ook met uiteraard een setbal tot gevolg 24-19. Setbal voor de thuisploeg, voor Karuur Gent. Tim de Gruyter gaat die serveren, maar die bal er buiten. Geen probleem, Gent heeft nog vier setballen. Vier kansen op de service van Jacob. Ja, maar toch denk ik dan, zo'n float service mag niet zomaar buiten zeilen. Minder risico, meer de plaatsing. Dit is een bal met voluit risico en daar hebben we dan toch iets meer begrip voor. Maar ondertussen een 2-0 voorsprong voor de thuisploeg, voor Karuur Gent. Zo, beste luisteraars, beste kijkers, voor deze mooie wedstrijd van Karuur Gent tegen Lindemans Aalst gaan zij voor de tweede keer voor een stunt zorgen. Want dat is toch wel een hele stunt om Aalst
jarenlang in Eda Adem genoemd met de topteams in België. Dan denken we uiteraard aan Knak Roeselare en Greenyards. Mazeik, Aalst werd daar stevast altijd bij de top 3 gerekend. Dit seizoen loopt het net iets minder. En we hebben daar de oorzaken al van opgesomd met al die kwetsuren. Maar langs de andere kant, in moeilijke omstandigheden komt er misschien energie vrij bij dat team. En extra energie, extra motivatieprikkel die hen zal helpen om deze wedstrijd misschien nog naar zich toe te trekken. Maar het wordt met zo weinig mensen toch een moeilijke opdracht. We zien daar heel wat pep talk bij Lindemans Aalst vanuit de coaching. Er is nu ook niets meer te verliezen. Het is er nu echt voor gaan voor Lindemans Aalst. Er is geen andere keuze. Zij moeten nog 3 sets op rij winnen. En Carrure Gent gaat dat natuurlijk proberen een stokje voor te steken. Zij zouden natuurlijk graag die 3 punten thuis houden in die race voor de 5e plaats, die dan weer recht geeft op Europees volleybal volgend seizoen. Ja, het gaat allemaal om dat ene plaatsje. En er zijn verschillende teams die daar echt ambitie voor hebben. En dan denken we uiteraard in de eerste plaats aan de ploeg uit Aalst, die dat ook jarenlang gewoon zijn. Achel is daar ook blijkbaar in geïnteresseerd en we hebben ook vernomen dat het bestuur van Carrure Gent ook niet nee gaat zeggen tegen de mogelijkheid om volgend jaar Europees volleybal te brengen in de Edugo Arena. Het is natuurlijk een moeilijke zaak voor Aalst. Je moet het echt niet onderschatten. 7 man op training, 8 man op training. Iemand die dan moet gespaard worden. En omdat hij niet voluit kan of mag gaan om toch in het weekend beschikbaar te zijn. Het is toch allemaal niet te onderschatten. Ondertussen zien we toch in de opstelling van Aalst een verschuiving. Robbe van de Velde is in het team gekomen van Lindemans Aalst. En de Pool Jacob gaat de opposite positie overnemen van Wout Deer, die op zijn beurt dan weer in het midden wordt ingeschakeld. En Robbe van de Velde gaat receptiehoek spelen. Hij wordt hier al meteen uitgetest door Simon Plaski. Dat zal voor Carrure Gent eventjes en coach Van Uffel eventjes de serviceopties aanpassen zijn. We gaan kijken wat ze gaan doen. Nou, we begrijpen coach De Vogel volkomen. Hij moet iets proberen met deze tussenstand. Hij moet toch wel proberen het tactisch concept van Gent te ontregelen. Want zij moeten nu helemaal anders gaan denken. Het is een heel ander verhaal met een Wout Deer die nu terug in het midden speelt. In plaats van de Nederlander Wiltenburg. Ja, het is binnen de kern waar hij nu over beschikt zeker een goed alternatief. Omdat hij toch rekent dat die hoge ballen door de Pool beter zullen verwerkt worden op die opposite positie. Ja, trouwens, in de eerste wedstrijd van deze na-competitie. Daar heeft ook Rimbiki aan de opposite positie gespeeld in de wedstrijd, de eerste wedstrijd van de Challenge Playoffs tegen Achel. En dat was toen met een goed resultaat. Misschien grijpt daardoor coach De Vogel terug naar dat succesconcept. En kijk eens, ik denk dat nu Aalst helemaal vrijuit gaat spelen. Ja, ze moeten wel. Het is alles of niks. Of anders ga je onderuit. En misschien als zij nu deze set met winst kunnen afsluiten, ja, dan zien we misschien een ander verhaal. Trekken ze zich daaraan op? We zijn benieuwd. Het is nog maar 3-4. Dus het is
Nog niet allemaal beslist, maar kijk eens, goede service, goede blokkeringen. Ja, plots zien we toch een andere energie in de ploeg van Aalst bij de bezoekers. Ja, Gomez gaat hier full risico, full power met die spinner en dat is meteen een succesverhaal. Nu toch de side-out door Jules van der Cavey naar Gent gehaald. En Gent kan hier de achterstand beperken tot 1 punt. Ja, het is misschien belangrijk dat er, net zoals in de vorige set, iemand zoals Jules van der Cavey nu 2 weer aan de service opnieuw met een reeks uitpakt. Zodoende dat er terug een kloofje ontstaat. En kijk. Het levert al meteen een punt op. Het was trouwens middenspeler Woudeer die de tactische serve van de Cavey moest verwerken. Dan daardoor toch iets minder aan bod kon komen in functie van zijn middenaanval. En kijk weer die variatie die hij er juist gedaan heeft. En de juiste keuze van Lennart van Elzen die de pipe aanval afstopt. Ah, plots andere kansen. Nou, Lennart van Elzen die hier 2 blokjes op een rij zet. En Carrure daarmee op voorsprong bent. Walter, ben je een beetje tevreden over de evolutie die Lennart hier gemaakt heeft in Gent? Absoluut, absoluut. Het is een hele goede keuze van Lennart om naar de Liga A te gaan. Alweer goede handen, goede blokkering, op tijd erbij. Je ziet dat is een kerel die volop in ontwikkeling is en die dan ook waarschijnlijk op training heel veel goede dingen laat zien aan Jan van Uffel. Ik sprak met hem al vroeger in het seizoen en hij was zeer gecharmeerd door de mogelijkheden van deze jonge middenblokker. Jacob wordt nu wat sneller aangespeeld op positie 2 en gaat vol de diagonaal in. Had er weinig schrik voor om nog eens op die blokkering te lopen. Maakte precies dezelfde keuze en kan weet daar toch mee te scoren. Woudeer met zijn spinnerservice voor Lindemans. Plaski zet rustig de bal in de blokkering en die wordt gerecupereerd door Gent. Zit nu een betere kans, zit daar een opening en maakt meteen gebruik om die bal daar snel door te spelen. Heel intelligent aanvalswerk van Simon. Ja, dat is knap gedaan hoor, want die eerste bal was echt heel bewust in de blokkering geslagen. Daardoor kwamen we vanuit de aanvalsdekking in een meer ideale situatie. En daar profiteert dan uiteraard de aanvaller van Gent voluit van. Kijk eens en weer die variatie snel, die pipe vanuit het midden moeilijk af te stoppen door de midblokkering omdat zij die keuze moeten maken. Daar hebben ze meer tijd voor die 3 blokkering te zetten en dan af te werken via die handen van de Gentse blokkering. Ja, lange rally hebben we gezien. De setters laten zich langs beide kanten wel heel makkelijk uitschakelen waardoor ze niet goed in die tegenaanval kunnen komen. Dat is toch een beetje een gemiste kans. Jacob Rybicki met een iets te hoge spinnersurf. Perfect ingespeeld. En we zien een prachtige tweedehandsbal van Tim de Gruyter. Verrassend snel kort naar beneden getikt. Het Aalsterse blok geen schijn van kans latend. Hij gaat nu zelf serveren. En we zien een puntje van Robbe van de Velde. Hij doet dat met een powertip. Dat sluipt stilaan de volleybal binnen die powertips. Er wordt nog niet overdreven veel gebruik van gemaakt in deze wedstrijd. Ik denk dat ze het soms meer van pas zou kunnen komen. Moet niet vergeten, Robbe van de Velde, nog maar 18 jaar, heel jonge aanvaller, ook vanuit de topsportschool gekomen. En ook heel belangrijk, net zoals we er juist hebben gezegd van
Lennart van Elzen. Belangrijk dat die jonge kerels kansen krijgen ook in, op het hoogste niveau in het volleybal in België. Zij groeien er alleen maar uit en zij kunnen er alleen maar uit leren. En zij zetten daar ook heel belangrijke stappen. Robben van der Velde natuurlijk het volleybal meegekregen vanuit degene met zijn papa, met zijn mama. Ja, vindt hier Simon Plaski een gebrek in de receptie. Met een mooie strakke float service. We moeten zien als zijn buikspieren het kunnen houden. Aanvallend zal hij misschien veel tippen en power tips gebruiken, omdat hij niet over de full power aanval kan beschikken. Ondertussen Jente de Vries eenmaal in een driemansblok gerecupereerd. Dan door de blokkering, verdedigd door Aalst. En het is Chris Ovink die op de shoot het punt mag afmaken voor Karuur. Tim de Gruyter vanuit de draai, de shoot gespeeld. Ja, goed hoor. Dat is wel, net zoals we er juist hebben gezegd, die mannen vanuit het midden, die moeten echt mee in het verhaal betrokken worden. En dan, ja, dat opent gewoon meer kansen voor de mensen van Gent. Terwijl hier toch, ja, het blijft hetzelfde eikele punt. Als je echt zonder een specifieke hoofdaanvaller speelt, de juiste Woudeer, nu Jakub Rybicki, die dan niet die ervaring heeft om die ballen toch mooi te brengen, dan, ja. Ja, dan krijg je een team in de moeilijkheden natuurlijk. Hè. Ja, klopt Walter. Als je ziet hoe Aalst hier de opening van de wedstrijd gespeeld heeft met enorm veel eerste tempo aanvallen die dan ook succesvol waren allemaal. En dat haalde een hoog rendement, maar dat is volledig weggevallen. We zien Simon van der Voorde, nu wel een keertje, nauwelijks aangespeeld. Kijk, zelfs tegen een tweeblok weet hij intelligent de bal te plaatsen. Maar als je Simon van der Voorde in het midden hebt en Woudeer, en je kan die centraal in het midden isoleren, 1 tegen 1 bij de tegenstander, ja, dan gaat dat een enorm hoog rendement halen. Ondertussen een dubbele fout gefloten door de scheids. Ik denk dat er nog een bal ergens onderwege was van de ballenjongens aan de kant. Zij doen dat nogthans uitstekend. Maar eventjes ja, daardoor een situatie waar de scheidsrechter toch op geanticipeerd heeft. Ondertussen zien we ook zo'n power tip van Gilles van de Cavaille, die dat toegevoegd heeft aan zijn al uitgebreid palet van slagen. Mikt hij daar centraal snel de bal naar beneden en daar heeft Aalst geen antwoord op. Het is vooral de hoogte waarop die bal ook gespeeld wordt. Met een gestrekte arm helemaal. Ja, dan heeft de verdediging bijna geen verhaal. Of je moet daar echt al op de juiste plaats staan om die bal nog te kunnen verdedigen. Ondertussen toch weer een slordige jumpfloat die Pardoes in het net geslagen wordt. Hybride service. En een netfoutje erbovenop na die verdediging, opgemerkt door scheidsrechter Chris van der Linde, die dan ook nog de vegers op het terrein stuurt om het terrein weer perfect speelbaar te maken. Terwijl van Jan van Uffel nog even de instructies komt geven aan zijn hoofdaanvaller voor die service. Ja, Jan de Vries schakelt over naar een float service. Haalde aanvallend hoge rendementen, maar vanop de servicelijn was hij de eerste twee sets weinig succesvol. En krijgt nieuwe richtlijnen van Jan van Uffel. Hij is heel duidelijk aan het coachen. Jan van Uffel nu ook weer instructies voor zijn spelverdeler Tim de Gruyter. Dit is wel belangrijk dat dit gebeurt, want
Ja, dit, ja, en hier ook Johan de Vogel, die zijn spelverdeler ook de nodige richtlijnen meegeeft. Kijk, in die situatie gaan we dit doen. Dit is de blokkeringsoptie bij de tegenpartij, dus je moet het anders aanpakken. En we gaan kijken in hoeverre dat hij daar toe in staat is. Ja, Gent nu met een 3-punten-kloof. Halfweg de set, zou ik zeggen. Het is nog doen speelbaar voor Linnemans Aalst, maar mogen toch stilletjes aan die kloof gaan ze toch een beetje moeten verkleinen. En Gent gaat natuurlijk van op de servicelijn misschien al, toch een vloot, die voorsprong proberen uitbouwen. Voilà. En dat had ik net gedacht, dat dat de instructie was van Johan de Vogel. We gaan net zoals in die eerste set terug het middenmeer aan het werk zetten. Je hebt daar de goede aanvallers, zoals je er juist hebt gezegd, Tom. En gebruik ze meer, zodoende kan het ook meer resultaat opleveren. Prachtige aanvalsactie van Jente de Vries, die zijn status als de nummer 1 in de competitie bewijst. De hoekblokker liet daar toch, ging volledig de straat dichtgooien, waardoor een opening kwam en Jente prikte de bal daar mooi tussen. Maar het was ook een hele mooie setup van Tim de Gruyter. Heel mooi vrijgespeeld en daardoor ideale omstandigheden gecreëerd voor zijn opposit, voor zijn hoofdaanvaller. Ondertussen blijft Aalst aanklampen. We kunnen echt die mannen niks kwalijk nemen. Zij zijn hier met volle inzet naartoe gegaan. Ze proberen er alles aan, ook met een andere opstelling nu in deze derde set. Maar toch is het een moeilijk verhaal. Het zijn niet de spelers die, ja, die falen. Het zijn de omstandigheden die hen een beetje in het verlies duwen op dit moment. Terwijl we opnieuw een servicewissel zien bij de Gentse ploeg. Tiemen Oket is aan de service voor Carrure Gent. Heeft een hele goede float. Robben van de Velde, goede receptie, maar je ziet dat hij toch niet volledig kan doorgaan in aanval. Probeert weer een duwtewel te zoeken. Aalst recupereert de bal en weet dan toch te scoren aan op positie 2. Ook hier bij Linnemans een servicewissel. Twan Wiltenburg gaat met zijn float service Carrure Gent onder druk proberen zetten. Ja, het is zoals ik zei, Aalst probeert er echt alles aan om toch deze set naar zich toe te trekken. We zijn benieuwd of het resultaat haalt. Maar kijk eens, Simon Plaski toch wel aan een goede wedstrijd bezig. Ook Bert Dufresne die het heel goed oplost in het achterveld. Ondertussen. Tim de Gruyter, kapitein van het Gentse team, terug aan de service. En je ziet het inderdaad, dat eerste tempo komt terug in beeld bij Aalst. En goede instructies, zou ik dan zeggen, van coach De Vogel, die dat goed gezien heeft om terug die mannen aan het werk te zetten. 18-16, het is nog niet helemaal voorbij. Jente de Vries moet die hoge ballen verwerken tegen een driehoek van Aalst. Raakt er doorheen, maar gerecupereerd in defense bij Aalst. En ze maken daar toch op een bizarre manier een puntje van. Iemand ligt daar een beetje de weg. En Ooghink heeft daar geen al te leuk contact met de bal. Robben van de Velde aan service. Ja, zoekt Simon Plaski succesvol. Geraken daar deze keer moeilijk weg.
Paschi wil het dan zelf oplossen en doet dat ook op positie 2. Staat aanvallend ook aan, op een hoog rendement te scoren. Ja, we zeiden het er met Simon Paschi aan een echte goede wedstrijd bezig. We hebben de cijfers niet direct bij ons, maar... Die hoeven we niet te hebben, dat ziet iedereen dat die jonge aanvaller toch wel heel sterk bezig is. Bijna geen tijd voor die aanval, dat is ook iets wat er meer en meer in het volleybal insluipt. Doordat de snelheid zo hoog ligt, heeft men amper tijd om aan te lopen. Er wordt zelfs geoefend op dat één contact aanlopen, twee contacten maximum nog. En dan moeten ze het daarmee oplossen. En dat heeft Simon Plaski daar juist perfect gedaan. Maar ondertussen nog een goed antwoord van Aalst. 19-18, ze kruipen zachtjes dichterbij. Oh, Jante de Vries snijdt alweer vlotjes door de blokkering. Of naast de blokkering van Lingemans Aalst. En Hent houdt die twee punten kloof vast. En zo gaan we stilaan naar de finish van deze set en misschien wel van de wedstrijd. Ja, ik voorspel toch nog een spannend set-einde hoor, Tom. Want Aalst wil echt niet afgeven. Dat bewijst nu ook die snelle spelverdeling bij deze ploeg. En ook mooi afgewerkt door Gomez alweer. Het zal hem om details gaan, het zal hem uiteraard weer, zoals zo dikwijls, op de service kwaliteit afhangen. We kijken hier naar een mooie rally met veel doorgaande acties. Bal opgehaald, defense. En hier wordt Tim de Gruyter als achterspeler beoordeeld door de scheids. En Jan van Huffel gaat ingrijpen met een time-out om de finish van deze set voor zijn team voor te bereiden. Ja. Goede aanvalsdekking nogthans een aantal keren van de Gentse ploeg. Heel goede organisatie op het veld zien we dan. Maar dan op het laatste toch nog eventjes in de fout gegaan. We moeten zien. En ik denk dat Jan van Uffel daarvan het team gaat verwittigen. Dat de slordigheden niet in het team mogen komen. Want die laatste bal was toch even als achterspeler. Dat kon beter. Maar kijk, de mannen zijn er terug klaar voor, komen terug op het terrein. Ook coach De Vogel heeft zijn nieuwe instructies gegeven. Ik denk dat hij toch gaat benadrukken om verder op, met dit concept verder te gaan. Van de Hooie Wegen aan service. Opgepikt door Lennart van Elzen via de netrand. En Jente de Vries... die daar nog een opening zag langs de lijn. De bal lag heel scherp. En daar vergat de Pool de licht de lijn dicht te blokken deze keer. En Jente kon die daar nog juist tussen plaatsen. Robben van der Velde kan een beetje uitgeschakelde receptie. Maar Jacob haalt keihard diagonaal uit tegen het drieblok van Gent. Ze heeft dat toch al een paar keer gedaan, zo tegen een dribbel gewoon vol risico diagonaal gaan. Daar kan Gent... En alweer zo'n nulsituatie, zoals ik er juist heb gezegd. Die nulsituatie bedoelen we daarmee dat die bal op 4, zelfs 5 meter van het net toch nog naar de aanvaller moet aangespeeld worden. En Gomez opnieuw, zoals er juist in het begin van deze set, voluit, vol risico. Mannen hebben geen andere keuze dan voor het volle punt te gaan. En zij lukken dat dan ook nog met een 21-22 op dit moment. En alweer een time-out aangevraagd door coach Van Uffel, die duidelijk rust in zijn team wil brengen. Ja, het is nu voor beide teams zaak om de juiste opties te nemen tegenover elkaar. Want nu begint de set pas eigenlijk. Nu gaat het erom. Nu is het pak en time. Ja.
En Jan van Uffel heeft even de service willen breken van Gomez. We gaan een keer kijken als die zich terug helemaal geconcentreerd heeft. Ja, gaat loopt hier toch in de fout. Dus we slaan de time-out van Jan. Jules van de Caveille, een gevaarlijk wapen van Gent aan de service, maar de stop van Gomez is perfect. En die pool gaat weer hard diagonaal door. Lennart van Elzen zat er nu beter bij, maar hij weet toch te scoren. Simon Plaski moet daar toch wat meer diagonaal een blok op zien nemen. Op Jacob. Ja, het is toch wel knap wat Aalst hier doet. Een alles of niks, zoals we er juist zeggen. En het lijkt erop dat het naar alles gaat. Maar hier weer een mooie tip over Tim de Gruyter. Maar wel verdedigd. Goeie blokkering, Lennart van Elzen. Alweer die bal mooi afgeremd. En we zien of de hoofdaanvaller van Gent dit punt kan lukken. Maar helemaal niet. En daarom een setbal voor Aalst. Dit zou wel eens een keer goed in de wedstrijd kunnen worden. Ja, het is Van de Velde die hier het killblok zet op Jent de Vries. En daarmee Lindemans Aalst deze setbal bezorgt. Twee setballen. Stoppen niet perfect. En weer de Vries gezocht. En de scheidsrechter vraagt aan de lijnrechter waar de bal geland is. En die houdt het vlagje omhoog, dus een oud aanval voor Gent. En dit betekent meteen het einde van de derde set die voor Lindemans Aalst. We zijn terug bij jullie. Ik hoop dat jullie nog in grote getalen mee deze mooie wedstrijd volgen. Toch wel spanning. Na twee winstsets van Gent heeft Aalst het gepaste antwoord gevonden. Denken we dan ook veel meer risico in hun spel gelegd en met succes. En dan zie je toch maar, Tom, zoals we in het begin van de wedstrijd gezegd hebben, er is nog heel veel kwaliteit dat er aan de overkant van het net staat bij Aalst. Toch een aantal goede spelers die het kunnen oplossen. En dan uiteraard ook de tactische ingreep van coach Van de Vogel, die dan toch voor een ander concept kiest met andere spelers op andere posities en toch daarmee succes boekt. Ja, dat was absoluut de sleutel voor Aalst, die verschuivingen die Koes de Vogel doorbracht. Langs de andere kant had Caveur natuurlijk de ganse set lang twee punten voorsprong. Nog tot 20-22 voorgestaan en dan kwamen er plots receptionele problemen. En zoals je zei, Walter, het was natuurlijk omdat Aalst het risico nam vanaf de servicelijn. Goed, we gaan eens kijken wat deze vierde set ons zal brengen. Ik veronderstel dat Aalst met het winnende team zal verder gaan.
met de Polia komt op opposit Robben van der Velde, receptiehoek. En Wout Deer die zijn positie als middenspeler terug inneemt. Sutter van Noorwegen aan de setting. En dan hebben we nog de vaste receptiehoekman José Gómez en uiteraard libero Tillerstraten. Ook bij Gent geen wijzigingen. Jan van Uffel houdt vast aan zijn team die het al heel goed gedaan heeft, maar misliep daar juist setwinst. Maar is er geen enkele reden om te twijfelen aan deze opstelling. En inderdaad, we hebben de opstelling van Aalst eventjes bestudeerd. Inderdaad, dezelfde opstelling zoals in de vorige set. Met terug dezelfde spelers in deze opstelling. En via het net, via de antenne, een verdediging van Libero Dufresne. Die nogthans aan een hele goede wedstrijd bezig is. In verdediging, in receptie, in de passing. En ja, toch wel een stabiliteit toont voor de Gentse ploeg. Gilles Cavey knalt hier heel hard door. Voelt dat de blokkering een beetje te laat komt. En valt de bal aan en knalt keihard diagonaal in. Ja, het kwam weer vanuit die snelle setup naar de buitenkant. Daardoor blokkering veel minder kans. En opnieuw een receptie. Mooi gebracht door Robben van der Velde. Toch wel een man die rust brengt, die direct de kracht kan ontwikkelen. Gezien zijn buikspierblessure. Maar dat toch heel goed oplost. Nog voor een paar goede blokpuntjes zorgt. En dat is wel belangrijk geweest voor het team van Aalst in de vorige set. Jente de Vries die met een slimme tipbal voorbij de blokkering raakt van Aalst. Aangeraakt door Gómez en dan kan die bal niet meer gerecupereerd worden. Ja, het is omdat de handen van de blokkering nog die bal even van richting deed veranderen dat daardoor de verdediging iets minder kans heeft. Richtlijnen hier van coach Verstraeten. Kijk, overname van de receptie. Het uitstappen van de hoekaanvaller en de overname door Robben van der Velde. Dat was eventjes aangestuurd door Libero Verstraeten. Dat men met dat switch concept ging uitpakken. We gaan eens kijken, Walter, als Jules van der Cavey Aalst in receptie weer helemaal onder druk kan zetten. Goeie stop van Robben van der Velde. En Gómez, die nu toch heel agressief aan het aanvallen is, zoekt hier tussen de Gentse blokkering hoog het punt. Ja, Gómez, een speler die er later bijgekomen is bij Aalst. Eigenlijk een beetje aarzelend begonnen. Maar nu, door de omstandigheden dat hij dus elke keer speelt, is dat toch een kerel die aan het groeien is. En dat zie je ook, meer stabiliteit in die surf, ook in receptie. Daar juist nog een paar keer onderuit gegaan, maar herstelt zich goed. Hij moet wel, want hij weet dat hij mee de oplossing moet brengen voor zijn team. En dat doet hij op dit moment. Eventjes een kleine onderbreking voor de spelers. Maar ondertussen Aalst opnieuw op voorsprong. Net iets te laag genomen die bal. Die amplitude, de hoogte waarop de bal genomen wordt in de serve, lag helemaal niet hoog genoeg en daardoor gaat die bal helemaal in het net getrokken worden door de aanvaller van Aalst. Hier wordt Robben van der Velde wel gestopt door Chris Oving. Je ziet dat hij niet beschikt over de volle aanvalskracht.
kracht omwille van een buikspierprobleem. Ja, ik hoop dat het een beredeneerd risico is. Waarschijnlijk wel van het team van Aalst om deze hoekaanvaller toch niet in een grotere kwetsuur te duwen door hier toch helemaal mee in te zetten tijdens deze wedstrijd. En dan zou ik zeggen, één blokkering. Laat die jongeman misschien een klein beetje meer los en concentreer u op de andere aanvallers. Want nu was het alweer de opposit van Aalst die de bal krijgt nu weer. En dit is goed gereageerd door het team van Aalst. Ja, absoluut, Wouter. Het is nu de Paul Jacob die heel veel gesolliciteerd wordt bij Aalst. En Simon Klaski belet hem hier het scoren met een prachtig blok. Tim de Kruijter aan service voor Carrure Gent. En hier ook Van der Velde die 1 tegen 1 toch de bal snel voorbij Jente de Vries plaatst. Ja, want het is inderdaad zoals ik zeg in blokoptie toch iets meer Robbe van der Velde losgelaten. En daardoor uiteraard doordat hij nu op snelheid kon aangespeeld worden en de jonge aanvaller de goede hoogte had om te kunnen scoren, dan heeft hij daar optimaal van geprofiteerd. Maar dit is dan weer een goede reactie langs Gentse zijde met alweer Simon Plaski die voluit voor die aanval gaat. Blokkering liet hem even los en daardoor kan ook deze jonge aanvaller mooi van profiteren. Nou, dit kunnen we moeilijk op de knie van Jakub Rybicki steken. Dit is gewoon een foute timing geweest eventjes. En dat heeft dan natuurlijk met de gewoonten die erin zitten bij die spelers, de automatisme. En dat is natuurlijk een zaak die plots heel snel moet opgelost worden. Twee aanvalsfouten na elkaar bij Aalst. Eerst de Pool die te ver onder de bal doorspringt en nu probeert Robbe het met een plaatsballetje, maar die strandt oud. Dit is zo jammer. Je ziet die ploeg van als die problemen zijn en dan wordt daar gereageerd met een foute serve. Dat even niet gemoeten, vooral omdat het die float service wel niet zo makkelijk hoor. Overgaan van een topspin opgooi naar die float serve. Uiteraard alweer een mooie blokkering. Simon van de Voorde met zijn hoge grijparmen stopt hij de hoofdaanvaller van Gent af. 9-9 ondertussen alweer spanning. Tom. Ja, het gaat mooi gelijkgaand op. Beide teams die de goede flow proberen te zoeken. En vooral proberen receptioneel stand te houden. Het zijn de nieuwe blokopties nemen en receptioneel stand houden. En dan van de opslaglijn uitpakken. En dan ben je al een heel eind. Mooie aanval door het midden met Simon van der Voorde. Prachtig aangespeeld door Seppe van Hooijwegen. Mooi meegegeven. Prachtig. Alweer die sagitale steek, die shoot naar het net toe van op de 3 meter lijn bijna. En daardoor de blokkering toch iets minder goed opgesteld. Deze bal dachten we dat die eventjes buiten ging vliegen, maar toch hebben ze het risico genomen om die bal voorhands te nemen. Eventjes discussie. Zelfs Libro de Gruyter die aan de overkant even komt vertellen dat die bal wel degelijk binnen was. We kunnen hier de beelden gebruiken om te kijken. Van hieruit is dat niet zichtbaar. Er is ook geen mogelijkheid om een challenge aan te vragen door een of andere coaches. Dus we moeten hier helemaal op de scheidsrechter rekenen.
Ja, toch eventjes een gele kaart wegens protest, maar we weten niet juist naar wie die gele kaart gaat. Ik vermoed naar de coach van Gent, Jan van Uffel, die heel duidelijk en formeel was dat die bal wel degelijk op de lijn binnenviel via de blokkering. Het punt gaat naar Karuur en ik ben benieuwd wat Jente de Vries gaat doen met zijn service. Gaat alweer floten. Schuilt weinig gevaar in. En shoot gespeeld tussen Van Oerwegen en Wadier. Ja, als er zo gemakkelijk geserveerd wordt zoals die laatste serve, ja, dan heeft de spelverdeler van Oerwegen alle opties open en hij maakt daar natuurlijk gebruik van met die eerste tempo aanval. En Woudeer neemt die bal in dankbaarheid aan. Ondertussen alweer een wilde slag vanuit Gent. En dat was er juist ook een paar slordigheden die in het spel komen. Onderhandse setup dan toch een beetje wild buitengeslagen. En daardoor opnieuw voorsprong voor Aalst. Het is momenteel bij Karuur receptioneel een beetje een probleem. Er komen te weinig plus-plus ballen. En Jente de Vries twee keer na elkaar in de fout. Ja, oké. We kunnen begrijpen dat die bal een beetje blijft hangen, maar dan moet dat ook nog opgelost worden, denk ik dan. Dan moeten de aanvallers daar iets meer mee doen. En dat gebeurt op dit moment niet. Dat wordt duidelijk ook door coach Van Uffel aan zijn spelers wijsgemaakt. En het is wel. Ze moeten zich dringend gaan pakken, anders zit hier straks met een vijfzetter. Tom, wie had dat gedacht daar na die 2-0 voorsprong? Met weinig mensen ook bij Aalst en Ja, voetbal is een spel dat alle kanten uit kan. Dus dat is tot het laatste punt een strijd. Dat maakt de sport ook zo mooi en boeiend. Tweede handsbouwtje van de Gruiter opgepikt. Gomez die met een polsslag de lijn inhaalt. En de bal is blijkbaar geraakt door de blokkering. De spelers staan aan beide kanten redelijk hevig in discussies. Kregen daarnet de info van het hoofd van de scheidsrechters, Michel Mestach, dat de gele kaart daarnet voor Gilles van de Kavei was. Wegens het betreden van het speelveld van Aalst en protest. Maar heel onbegrijpelijk dat Gent plots een beetje de pedalen kwijt is. Nu drie, vier fasen achter elkaar. Zij voelen dat ook aan, gaan ook meer in discussie. Dat ze niet meer zo lekker in de wedstrijd zitten. En daardoor toch goed van... van de bezoekers dat zij zo kalm blijven onder die moeilijke omstandigheden en hun job verder doen met een 11-15 stand en een voorsprong die hen toch moed geeft voor het vervolg van deze wedstrijd. Ja, Gent mag Aalst nu niet laten weglopen natuurlijk. Zijn receptioneel een beetje weggezakt. Zij kunnen het aanval niet meer afmaken, maar ze mogen nu zeker niet gaan twijfelen. En moeten ook zien dat zij al eens als winnaar uit een rally komen. En dat zal het team wellicht een boost geven. Eens kijken als dat nu lukt. Seppe van Ooijwegen aan service. Goeie stop van Dufrain. Tweede handsbal de Gruiter. Opgepikt. Oh, waarschijnlijk een overpas van Gomez, maar dit keer geen protest aan Gentse zijde. En ze laten het punt hier toch wel in verdediging liggen. Ja, maar het zijn slordigheden die echt op dit niveau eigenlijk niet meer toegelaten kunnen worden. En daardoor
Toch wel een hele kentering in deze wedstrijd met Aalst. Kijk eens, Gilles van der Kavei durft ook niet meer zoals in het begin van de wedstrijd hier. En nu eindelijk toch terug verstandig via die handen. Ja, ze moeten het op die manier gaan proberen. Want kijk eens, alweer een drieblok van de mensen uit Aalst. Toch nog even een klein gesprekje van Woudeer met de scheidsrechter. Ja, het winnen van die rally voor Carrure kan hen toch een boost geven. Nu met Gilles van der Kavei aan service. Misschien legt hij er nog een paar bij. Goede stop van Gomez. En het is Jacob die weer hard diagonaal weet te scoren. Het Gentse blok gaat daar toch iets alerter moeten zijn om sneller die diagonale zone op hem te sluiten. Gomez deze keer met de float. En Lennart van Elzen weet Wout, neemt de vingertoppen van Wout mee, want die sprong komt niet mee op dat eerste tempo. Dus wel intelligent aangevallen van Lennart. Ja, absoluut. De twee jonge kerels kennen elkaar van de Young Red Dragons. Deze zomer nog heel succesrijk met een bronzen medaille. Maar dit is minder succesrijk van Lennart van Elzen. Toch, ja, spijtig dat Gent zo plots kan wegzakken. Een beetje onbegrijpelijk voor ons, want ze zaten helemaal in die winning mood. Helemaal in die, ja, in die winnerspositie zelfs na twee winstsets. En kijk, alweer mooie handen, goede blokkering van Aalst. Mooie overname. Gent doet zijn best in verdediging, maar het is Simon van der Voorde die met een lustige tip al het punt naar Linnemans Aalst haalt. Nou, sorry Tom, uw best doen is niet genoeg op dit niveau. Dit moet beter. Dit is gewoon te slordig volgens mij. En dat is een beetje spijtig. Een beetje jammer, want dit is deze wedstrijd zoveelbelovend gestart. Zakt nu toch wel nog een beetje op een niveau dat we eigenlijk op Europeans League wijze, zeggen we dan, echt niet gewoon zijn. Woudeer aan service. In met bal. 5 punten staat Carrure in het krijt. Eens kijken als ze daar nog die kloof nog gedicht krijgen. Misschien heeft Jan van Uffel nog enkele wissels in petto. Hij beschikt wel over de volledige kern van Carrure Gent. Dus daar zijn wel mogelijkheden. Gelukkig heeft Gent nu echt een goede opstelling met hun spelverdeling op positie 1. Op die rechtsachterpositie, goede lijn, aanvalslijn, blokkeringslijn ook aan het net. En dat zou misschien kansen bieden voor de ploeg hier. Alweer Simon van der Voorde, sterk, hoog en raak vanuit het midden. Met alweer een puntje erbij voor Gent. We blijven met 5 punten verschil, 15-20 in deze vierde set. Ik denk toch, Tom, dat we straks hier nog zitten met een tiebreak. Hier een toetsfout afgefloten door de scheidsrechter. We hebben het in een vorige reportage al gezegd, het wordt net iets te snel. Er is een tendens bij coaches dat die tweede bal toch iets meer mag getolereerd worden. Vooral omdat het dikwijls vanuit een inzet is dat er dan toch een foutje wordt afgeblazen. Terwijl wij ook vinden dat de inzet altijd moet beloond worden en niet afgestraft. Maar ondertussen terug de wedstrijd die verder gaat met een 16-21. Simon Plaski met die gevarieerde serve en alweer
Van der Velde, Robbe, speelde een goede wedstrijd. Niet tegenstaande, hij toch met zijn kwetsuur ook op training heeft gesukkeld. Hij doet dat hier heel voorbeeldig. Absoluut, met zijn invalsbeurt voor de omkeren gezorgd bij in deze wedstrijd. En hier zet Thomas één blok. Het killblok op Jente de Vries, die deze set helemaal is weggezakt. Nou, het is heel spijtig. Je ziet het ook aan de lichaamstaal van de Gentse spelers. Dat zij zeggen, ja, we gaan dit even voorbij laten gaan. En we concentreren ons op die vijfde set. Ondertussen ook een ingreep van coach Van Uffel. Die zijn hoofdaanvaller eventjes laat rusten. En dan Jome van Damme erin brengt. Alweer een jong talent die vanuit Kruijbeke naar Gent is afgezakt. En dit weer Gomez die dat afwerkt. Die man die is al maar aan het groeien in de wedstrijd, hebben we de indruk. En hij laat dat ook blijken met een kleine oerkreet dat hij voelt van oké, ik ben hier terug in de match aan het groeien. We gaan kijken of dat resultaat oplevert, want we zitten helemaal naar die vijfde set toe te gaan. Zo, Aalst heeft een hele reeks setpunten. Die vijf punten kloof van Gent is nog alleen maar groter geworden. En de Deen Thomas Kjaer mag Gent proberen terug langs zij te serveren. Goeie stop voor Straten. Eerste tempo, Simon van der Voorde. En die slaat met de hout de bal diep in het achterveld. Niet verdedigbaar voor Tillichuiten. En we gaan inderdaad, Walter, zoals je al voorspelde, naar de tiebreak toe. Ja, simpel afgewerkt alweer door Simon van der Voorde, die met deze situaties en zijn ervaring wel raad weet. En we gaan inderdaad naar die vijfde set na een korte onderbreking. Zo, en scheidsrechter Tom Knapens kruipt weer op zijn stoel voor die vijfde en beslissende set hier in deze boeiende burenstrijd, mogen we wel zeggen, tussen de twee Oost-Vlaamse ploegen uit Gent en uit Aalst. Wij gaan direct naar die 15 punten. Dit wordt heel snel, heel beslissend en het zal erop aankomen om direct terug in de wedstrijd te zitten, om een goede start te nemen, om toch die wedstrijd naar zich toe te trekken. De kansen liggen nog altijd gelijk voor beide ploegen. Ik weet niet of men zo tevreden zal zijn langs beide kanten met die vijf sets. En het is een zware wedstrijd op de duur, dat zie je ook aan de energie. En dan heb je ook natuurlijk het feit dat je dan toch ofwel met één punt of met twee punten die
wedstrijd beëindigt. En de vraag wordt dan wel gesteld, is dat voldoende voor die vijfde plaats, voor dat Europees ticket? De beide teams komen terug op de wedstrijd, verder te zetten. Met een andere beginopstelling, met de spelverdeler van Aalst op de linksvoorpositie, op positie 4. Dat is direct weer een tactische ingreep van de coaches bij Gent. Ook Simon Plaski aan de service, dat is geen wijziging, dachten we, tegenover een vorige set. Maar we zijn er dus al 4 achter de rug, uiteraard. En Simon Plaski mag meteen gaan serveren. Een goede stop van Jesse Gomez. Versnelt naar positie 4 en Robbe van de Velde trekt de bal voorbij het inblok van Kadus. Daar gebruikt hij helemaal zijn lengte, neemt de bal ook met een mooi gestrikte arm. Het hoeft allemaal niet zo keihard te zijn, maar als hij goed geplaatst is en hoog genomen en gevolgd door een goede strakke serve, ja, dan zit het allemaal goed. Kijk eens, en dan weer Simon van der Voorde. Chris Hoogink nu tegenover hem gezet, maar ook deze man kan hem op het moment niet afstoppen. Perfect aangespeeld. De handen van Gilles van der Cavey stonden wel helemaal niet goed. Maar toch alweer een voorsprong van Aalst 2-0. En we hebben gezegd dat die voorsprong wel belangrijk zal zijn. Goed terechtgezet hier op de positie 4 van de hoekaanvaller Gilles van der Cavey. Ja, het blok van Aals beslist de blokkering niet te plaatsen. En Gilles gaat vol power door, trekt die moeilijke receptionele situatie helemaal recht voor Carrure. Ook aan de overkant receptionele problemen. Jacob moet uit een heel goede positie tippen. En, Gent kan die bal niet op het eigen speelveld houden in defense. Dat mag je niet overkomen natuurlijk als je wil gaan winnen in deze tiebreak. Het is misschien de maturiteit van Aalst die het nu haalt. Dat zijn toch mannen van vele oorlogen die daar rondlopen. Natuurlijk heb je ook de jeugdige enthousiasme van de jonge mannen als Seppe van Nieuwegen en ook Robbe van de Velde. Maar, en uiteraard Woudeer niet vergeten. Maar de anderen die hebben toch al heel wat ervaring opgebouwd. En misschien is dat net nodig in zulke belangrijke wedstrijd om dat goed te maken. Jacob van op positie 1 springt deze keer wel heel goed naar de bal toe. Moet voor hem ook niet evident zijn om als receptiehoekspeler altijd het net op te zoeken en plots een andere timing te moeten hanteren op die achter de 3-meterlijn. Goeie stop van Plaski deze keer. De Vries gezocht, blokkering. Maakt daar een stoppenblok van, zodat Aalst de bal mooi kan oppikken. En het is alweer de Paul Jacob die het punt. Ja, mooi over de schouder geslagen. Helemaal mooi langs het lijntje. De blokkering helemaal omzeild. Maar ook de verdediging daar verrast. En dat is natuurlijk een moeilijke zaak om dat af te stoppen. Hier een absoluut misverstand tussen de aanvallers bij Gent. En de tweede scheidsrechter Chris van der Linden heeft een lijnfout of een netfout gezien. Het is niet zo duidelijk, maar Jan van Uffel vindt het absoluut nodig om op deze stand 2-6 ondertussen in te grijpen met een time-out. En we geven hem onderschot van gelijk. Een belangrijke fase in deze wedstrijd. Zij moeten die goede start van Aalst helemaal terug in evenwicht brengen. Nou, veel vertwijfelingen te zien bij de spelers van Gent op dit moment. De coach gaat het niet zo snel mogelijk weten
te wisselen. En Gent heeft daarvoor eens een aantal goede acties nodig en een winnende rally. En dan kan de vlam weer in dit team komen. Er komt terug een wissel. Jente de Vries wordt aan de kant gehaald. En Joppe van Damme komt zijn plaats innemen als opposit. Ja, als we de rest in de voorbeschouwing hoorden van Jan van Uffel dat er toch een paar spelers met kleine kwaadjes rondlopen, dan denk ik dat hij het ondertussen ook over Jente de Vries had, die een beetje sukkelt met de schouder. En dus ook in deze wedstrijd, zeker omdat het over 5-6 staat en zo lang duurt, dat hij niet meer voluit kan gaan. En dat wordt toch verwacht van een hoofdaanvaller. Ja, dat zou absoluut het geval kunnen zijn. We zien hij ook zijn spinnerservice niet meer gehanteerd. Van een opslaglijn zal er wel iets een schouderblessure toe tussen zitten. Ondertussen zien we Gilles van der Kavei voorbij Wout neerglippen in de diagonaal. En het wordt inderdaad een belangrijke zaak voor de hoekaanvallers dat zij een beetje de taak van die hoofdaanvaller overnemen. Niet dat Van Damme dat niet zou kunnen, want hij heeft al zijn kwaliteiten in vorige wedstrijden onder andere tegen Roeselare bewezen. Maar ondertussen denk ik dat men meer druk zal zetten op de hoekaanvallers Gilles van der Kavei, Simon Plaski. José Gómez aan service voor Lindemans. Goeie stop, Dufresne. Eerste tap speelt helemaal vrij. Speelt Tim de Gruyter naar Lennart van Elzen. Wout Deere maakte daar een andere keuze, denk ik. Ja. Ja, en dan zie je toch de kwaliteiten van die Lennart van Elzen. Als hij goed aangespeeld wordt, dan is hij amper af te stoppen. En dat is toch wel iets wat belangrijk is. Ziet ook aan Gilles van der Kavei dat hij met heel veel enthousiasme toch nieuwe energie in de ploeg wil pompen. En dat is toch wel belangrijk dat het enthousiasme in het team blijft. Ondertussen 4-8 en men gaat wisselen van speelhelft. Zo gebeurt dat in een vijfde set. Eventjes tijd om de spelers om de zaken terug bij elkaar te houden in het hoofd. Denk ik dan eventjes een klein momentje om bezinning. En zoals het hoort, volgens het protocol, netjes aan de andere zijde van het net, eventjes wachten tot de scheidsrechter het signaal geeft om toch naar de andere kant te verhuizen. En dat gebeurt ook met pak en zak door de spelers van de beide ploegen. Ja, Carrur die dit dode moment toch zal moeten aangrijpen om die vierpuntenkloof te dichten. En gaat hier nu heel snel bij die veldwissel uit de startblokken moeten komen om Aalst nog bij te benen. Ja, nu zit Gent een beetje in de situatie waar Aalst nu al een paar weken mee sukkelt. Het oplossen van een hoofdaanvaller, van een opposit die ook voor de belangrijke punten moet zorgen. We zijn benieuwd hoe men daarmee omgaat. Kijk, weer zo'n bal vanuit 4 meter naar dat net toe. Maar schitterend opgelost door Simon Plaski. Ja, die mannen doen toch hun job, hoor. Absoluut, een mooie aanvalsactie van Plaski. Knap tegen een drieblok. Bel met een hoog risicogehalte natuurlijk. De Gruyter aan service. En Robben van der Velde die houdt gewoon stand in receptie. Zorgt voor veel aanspeelpunten, voor alle aanspeelpunten eigenlijk bij Aalst. Komt nog eens een eerste tempo. Een breed splitblok gezet door Chris Ooginck in het midden. Knappe move van Ooginck. Kijk maar eens in de herhaling. Opent de handen de richting positie 5 en 1 tegelijk. Ja, het is een V-blok zoals men dat noemt. De handen toch iets meer uit elkaar om de hoeken af te snijden. En toch weer wat discussie bij de scheidsrechter. Beetje... We zien een gele kaart uitgereikt door de scheidsrechter aan Simon van der Voorde. De kapitein van Lindemans Aalst. Vermoedelijk wegens protest. Nochtans, als kapitein heb je het recht om eventjes een
vraag te stellen aan de scheidsrechter. Robben van de Velden, slim de handen gebruiken van het Hentse blok om de bal te scoren. Je ziet dat twee blokken komen en gaat hoog tussen de blokkering, raakt haar hand en weet op die manier de bal buiten het speelveld te werken. Mocht Aalst hier winnen, is hij toch wel voor mij een beetje de held van de avond voor Lindemans. Ja, hij heeft ermee voor gezorgd dat er echt helemaal anders gespeeld wordt bij Aalst. Hij doet dat zeer goed. We hebben het er juist al gezegd, helemaal ja, met de paplepel het volleybal bij hem gekregen met zeer beroemde ouders. De mama Christy Lorens bij Temse. Ook Luc van de Velde, de papa. Ook toch heel wat kwaliteit in de tijd en ook heel veel enthousiasme. Zowel door papa als door mama. En dan heb je zo'n talent als Robbe die dan dat helemaal meegekregen heeft van thuis uit. Ondertussen nog altijd een 17-stand. En het wordt nu echt belangrijk om daar iets aan te doen. Dan denk ik aan de mannen van Karuur die dan toch een oplossing moeten vinden. Kijk eens, Jonge van Damme. Ah, ik denk dat nu Gent hetzelfde moet doen als die nu dit set deed. Een beetje een alles of niets verhaal en voluit voor elk punt gaan. En gewoon niet aarzelen, maar do or die. Absoluut. Gent heeft de mogelijkheid om wisselspelers te brengen. Zoals dat coach Van Uffel dat nu doet met de Deen Kiar aan de servicelijn. Hij heeft een harde spinner, maar die gaat nu overhoeks net buiten. Ja, niet zo gemakkelijk hoor. Je staat dan, je bent in een vijfde set, je staat eigenlijk al vier sets een beetje u wel warm te houden. Maar je staat maar in die huppelhoek en je moet dan helemaal klaar zijn om een heel belangrijk beslissend puntje te brengen. En dat lukte nu net niet. Alhoewel het echt niet zoveel scheelde voor... Tobias, ja. We zien Jonge van Damme de tweede keer op rij scoren. Maakt er een goede invalsbeurt. Ja, we hebben het al eenmaal zien doen, heel vroeg in het seizoen zelfs, met een wedstrijd. En niet tegen de minste, tegen Knak Roeselare, waar hij ook helemaal onverschrokken. Nu gaat het toch een beetje fout, Walter, in zijn service. Dat gaat altijd zo als we zoiets... Als een komeet de ruimte in, ja. Wist dat... hij hier helemaal jammer genoeg zijn aanval. Spectaculair bal. Zal een mooi camerashot opleveren, vermoed ik, van die kant. Ja, ik zeg het, dat gaat dan meestal zo als je dan iemand een beetje de hemel inprijst, dan krijg je dit. Maar dit is weer een goed resultaat. En met een netfout er bovenop... Lennart van Elzen heel correct gereageerd op die aanval van zijn ploegpakker van de Young Red Dragons. Want voor Jules van der Cavey om die twee punten kloof van op die servicelijn te dichten. Ah, pakt uit met een prachtige diagonale spinner. En die gaat langs Gomez heen. Richting de zijlijn. En Gent terug tot op 1 punt. En... Ja, en inderdaad, net zoals we er juist verteld hebben, echt een alles of niks verhaal. En dit was een alles verhaal van Gilles van der Cavey. Alweer een hele mooie diagonale surf naar die positie 1. Zowat de moeilijkste plaats op een volleybalveld om te verwerken. En dan heeft hij dat maar netjes gedaan. Ziet hem ook met zijn enthousiasme terug het team op sleeptouw te nemen. En dat is wel belangrijk, hetgeen wat er hier nu op dit moment gebeurt. Nu is het terug aan Aalst om gepast te reageren. Ja, coach Johan de Vogel van Aalst, die natuurlijk die servicereeks met een time-out probeert te breken. En Gilles daarmee uit concentratie hoopt te halen. 11-12 gaan een spannend
slot tegemoet van deze felbevochte wedstrijd. We kijken naar Gilles van het Tarijn. Op de pool. En de bal blijft aan de verlichting van de sportbal hangen. En Gilles hangt de bordjes voor Tahu gelijk op 12-12. Ja, dit is mentaal ook heel sterk hoor, dat je dat op deze momenten echt kunt brengen. Dat is echt wilskracht, dat is echt gewoon de winnaarsmentaliteit die erin zit bij deze spelers, er juist bij Aalst, nu bij Gent. Zij willen echt deze match winnend afsluiten. Hier weer een goede service, receptie blijft hangen, deze keer voor Straten, overname, drie blok van Gent en hier de bal. Tegen de netrand en die wint voor Aalst op het Gentse veld. Gomez aan service, gaat ook vol met zijn service. Een overpas bij Gent. Eerste tempo gespeeld, maar Van Elzen en de Gruiter hadden die shoot doorzien. En we stoppen daar Wout Deer af, die misschien beter voor de tebal had gekozen. Ja, maar je ziet dat ook de opdracht is bij de Gentse ploeg. Als die situatie ideaal is, dan ga je gewoon commit voluit mee met die middenaanvaller. Want dat is de keuze geweest voor de mannen uit Aalst. Met succes een aantal keer, maar nu goed geanticipeerd. En dit is natuurlijk ook het antwoord alweer van Aalst met een matchbal op 13-14. Tot de gevolg. Die harde diagonaal knal, het Gentse blok zit daar niet goed gepositioneerd en hij bezorgt Aalst de eerste matchbal. Komt nog een blokversterking. Twan Wiltenburg komt Robbe van de Velde vervangen als blokker. Ja, we gaan kijken wie naar waar schuift, want dat is natuurlijk een midblokkeerder. Gaat hij naar de hoekpositie zoals dat met Robbe het geval was. Paschi redt de eerste matchbal voor Tarif. En 14-14 gelijk. Met Tim de Gruiter aan de service. Het is een keuze natuurlijk. Wiltenburg werd naar positie 4 getrokken, terwijl hij misschien op positie 2 nuttiger had geweest. En dat Simon Plasti dat dan toch goed oplost daar op de hoek. Maar dit is ook een hele mooie oplossing van Tim de Gruiter. Met die hele mooie strakke surf die dan ook de man van Aalst, Gomez, dacht ik dat het was, in moeilijkheden brengt. 15-14, de juist matchbal voor de ploeg uit Aalst. Nu matchbal voor de Gentse ploeg. Dit is wel spannend, Tom. Inderdaad, het kantelt heen en weer. Gomez is al een tijdje bezig die float service bovenhands weg te halen. En hier stond hij niet bijzonder goed opgesteld. Moest dan toch nog overschakelen om die bal van Tim onderhands te nemen. En ketste dan de bal onder het net door. Matchbal ineens voor Karuur. Ja, coach Nuffel legt nadruk wat er nu echt moet gebeuren bij zijn team om die wedstrijd toch alsnog met winst af te sluiten. En we zijn benieuwd of Tim de Gruiter diezelfde strakke surf opnieuw kan uitvoeren. Hij gaat weer bovenhands de bal weghalen, lukt niet helemaal, gaat nu naar de pool. En die slaat tussen de blokkering de bal uit. Niet geraakt door het Gentse blok. Beslist de scheidsrechter. En Karuur hier aan het feest. Na toch wel een knappe prestatie van hen. Goed. Een hele mooie winst. En wij gaan even naar beneden voor een interview met de coaches. Ja, ondertussen zien we dansend Gent in de herhaling. Grote vreugde met de winst. We hadden wel een 2-0 voorsprong, een kans op 3-0, een mogelijkheid. Maar het team van Lindmans Aalst wisselde onderling een aantal spelers van positie en dat bracht hem toch in een tiebreak situatie.
bij Aalst. Robben van der Veil die daar toch een grote omkeer voor zorgde. En dan zagen we toch een enorm spannende tiebreak. Matchbal voor Aalst, maar het was Karuur Gent die de tweede matchbal kon verzilveren. En de twee punten in de Edugo Arena houdt. Ik heb begrepen dat er ondertussen een aantal interviews zullen afgenomen worden hier beneden met de coach Johan van de Vogel van Leermans Aalst en coach Jan van Uffel voor Karuur Gent. Dus ik geef de commentaar even uit handen voor dit interview. Goed, we staan hier bij coach Johan de Vogel van Lindemans Aalst. Uiteraard ontgoocheld na dit 3-2 verlies tegen Gent aan. Maar toch wel proficiat, want na een 2-0 achterstand zo knap terugkeren met een aantal wijzigingen in de ploeg. Het is toch eigenlijk wel mooi hetgeen wat er gebeurd is, maar dan net niet genoeg afgewerkt. Ja, het was goed na de eerste twee setten dat we hebben kunnen terugvechten, maar ik denk in de eerste set hebben we zoveel kansen voor breaks te maken. Ik denk dat we daar zoveel kansen hebben om die set te winnen. En dan gaat dat een ander match zijn. Maar bon, niet 3-2, dus meer kan ik er niet op zeggen. Het zijn eigenlijk niet de spelers die verloren hebben, het zijn meer de omstandigheden met een moeilijke situatie, maar met een beperkt aantal mensen trainen, ook een beperkt aantal mensen de wedstrijden moeten afwerken. Ik kan mij voorstellen dat dat echt een hele moeilijke taak was. Ja, gemakkelijk is het niet, hè, maar bon. Ik denk dat we vandaag voetbaltechnisch een paar fouten maken. In de eerste set hebben we kansen voor die set te winnen en vooruit te lopen, en dat doen we niet. En dat heeft ons achtervolgd. Ik denk dat we nadien goed teruggevochten hebben, na die 0-2. Maar bon, het resultaat staat er en we hebben verloren. Het is toch meer die twee eerste sets die jou in het hoofd zitten dan die laatste drie, want eigenlijk... Maar nogmaals, er is toch knap gereageerd door het team met heel veel wilskracht. Ja, maar dat is goed. Maar die drie, dat we goed terugvechten, de laatste verliezen. Hè. Dus ik kan niet tevreden zijn. Ze hebben wel goed gevochten, maar bon, je kunt niet tevreden zijn met het resultaat. Oké, bedankt. En succes verder. Goed, we hebben nu coach Jan van Uffel, de man van Karuur Gent, die hier bij ons staat. Na die 2-0 voorsprong, dan dacht je, oh, dit kan een mooie driepunter worden. Maar dan op karakter komt Aalst dan toch nog terug. Ja, plus dat Aalst op dat moment ook een aantal zaken wijzigt in een teamplay. Dat heeft eventjes geduurd om ons daar beter op in te stellen. Ik denk dat we de derde set waren wij nog redelijk close. Want de vierde set was een beetje een probleem. Jente de Vries had het op dat moment ook niet zo makkelijk om in de wedstrijd te blijven. Ik ben heel blij voor Jomme van Dam in de vijfde set die overgenomen heeft en dat we die nog hebben kunnen pakken. Je had het voor de wedstrijd over een aantal spelers die met een paar kwaaltjes sukkelden. Daar was dan Jente de Vries één van. Maar Jente heeft een beetje last van zijn schouder. Na de opwarming begin van de wedstrijd in de eerste set denk ik dat er daar geen probleem was. Maar op het moment dat de wedstrijd wat vorderde, wat dode momenten vielen, hij een paar keer geen bal gekregen heeft. Dan werd het toch wat moeilijker om in de wedstrijd te blijven. Maar toch op karakter nog die vijfde set er doorgehaald. Het was op een gegeven moment een beetje alles of niks of wat? Op een bepaald moment moet je dat risico ook nemen. Hey, full pressure in serve proberen gaan. Een paar mensen inbrengen. Jome die dan overgenomen heeft van Jente. We hebben op een aantal ballen hebben die juist in het voordeel van ons gevallen zijn. Je moet dat geluk een beetje mee hebben. Nu voor Gent 5-6 tegen Aalst denk ik is een fantastische prestatie. Ik kan u alleen maar gelijk geven en met zeer goede hoekaanvallers op vandaag hebben we gezien. Simon Plaski, Gilles van de Kaveijen, maar eigenlijk heeft het hele team hun job gedaan. Ja, ik vind wel dat we het hele team mogen proficiat wensen. Ik vond zelf in de eerste twee sets
buitenaanvallers, zowel Gilles als zeker Simon, outstanding. Ze hebben het dan een beetje moeilijker gekregen wat verder in de wedstrijd, maar ze hebben toch op het juiste moment weer de juiste oplossingen gevonden om de ballen die ze moesten scoren effectief te scoren. Oké, okay, prima. Nogmaals proficiat Jan en succes tijdens de volgende wedstrijden. Dankjewel. Zo, beste kijkers, hier zien we nog het voorlopige klassement met nog twee speeldagen te gaan voor alle ploegen. Staat Tectum Achel met 9 punten, Gent 7, Aalst 7 en Warem 2. Met nog twee speeldagen te gaan zijn er nog heel wat mogelijkheden voor Achel, Gent en Aalst. Warem lijkt een beetje uitgeschakeld. Goed, rest mij nog even mee te geven dat Johan de Vogel Simon Plaski tot Star of the Game heeft genomineerd na zijn aanvallend sterke prestatie vandaag. Hij heeft ook 5 killblocks gezet. Is net als vorige week woensdag Simon Plaski de Star of the Game voor deze wedstrijd. Goed Tom, u hebt ondertussen de interviews gehoord met de coaches. Ja, toch wel heel ontgoocheld. Johan de Vogel zag ik, ja, dat is een domper voor Aalst, want absoluut, die gingen echt helemaal voor dat Europees. Er zijn nog kansen, maar dan moet het nu wel allemaal 3-punters worden. Het kan nog altijd voor Aalst natuurlijk, maar ik begrijp de ontgoocheling van Johan. Ze willen Europees, ze willen dat bereiken en... ja, we hebben er hard voor gestreden, maar sport is natuurlijk ook heel hard. En dit is de realiteit, hij gaat naar huis met 1 punt. Ja, een 5 op 6 van Gent tegen Aalst. Je moet het toch maar doen, ook al zijn de omstandigheden niet in ideaal geweest voor de Ajuinen. Maar we kunnen niet naast een zeer goede prestatie van de Gentse ploeg. Goed, daarmee gaan we afsluiten met deze woorden. Wij hopen u allemaal terug te zien. Wij bedanken u allemaal dat u bij ons was vandaag. En misschien tot een volgende keer. Bedankt ook Tom voor opnieuw mijn sidekick te zijn. En hopelijk zien we elkaar binnenkort terug weer.